Morgen, middag of avond. Welkom terug bij Krimi TV. Vandaag spelen wij Phasmophobia. Jawel, dat moest er een keer van komen. Jeffrey, ben je in de lucht? Uiteraard, zeker weten. Ja, fantastisch. Fantastisch, we zijn er weer mensen. We gaan weer het enge griezelspel spelen. Poging 2. Poging 2 in de setting Jan en Jeffrey in elk geval. Precies. Vorige keer ging het even iets minder met de technische specificaties van jouw computer. Mm-hmm. Maar ik begrijp dat je een nieuw leuk apparaatje hebt gekocht. Juist. Dus, we gaan er vloeiend op spookjacht. Kijk, helemaal goed. Hey, wat ik ga doen, Jeffrey, om deze stream te beginnen, ga ik even naar play. Bas is er al, jawel. Welkom Bas. Create private. En dan ga ik even een code naar jou kopiëren in Discord. Die code heb je nodig om te joinen. En dan mute ik mezelf even in Discord, want anders horen we elkaar dubbel. Prima, dat ga ik ook even doen. Zo. En dan een appje na. Even zien, van wie is dat? Oh, dat is van Twitch, natuurlijk. Dan wachten we heel even tot Jeffrey is gejoined. Ondertussen. Volgens mij hebben we hem daar. Is als je mij hoort, ik hoor jou. Ik hoor jou, fantastisch. Hey, we gaan een street house doen. Klein huisje, amateur difficulty. Mm-hmm. Even zien, 2 verdiepingen, 6 slaapkamers. Nou, dat is luxe hoor, in Amerika. Ja, absoluut. En een kelder. Even zien. Daar gaat het gebeuren, 100%. Oh, absoluut. Er wordt geadviseerd om een thermometer mee te nemen. Nou, laten we dat doen. Eens even kijken. Ik heb heel wat spulletjes, dus ik ga even alles in de kist gooien. Zo. Neem gewoon alles mee. Ik ben benieuwd wie er eerder in laat, jij of ik. We gaan erachter komen. En ik ben ready. Jij ook, zie ik. Nou, dan gaan we starten. Dan gaan we eens even kijken wat er van ons vereist wordt. Zo. Kijk, nu gaat hij hard. De laatste procentjes. Blijf laden. Dat biedt niet heel veel zekerheid. Eens even kijken. Jeffrey, ben je nog in de lucht? Of hij is muisstil, of hij is er al. Eens even kijken. Oh, ja. Hij is muisstil. Ja. Ik was er al. Dat is heel leuk. Wacht even. Jeffrey, volgens mij hoort je deur. Zeg nog eens wat. Nu dan. Als je wil. Hallo, test 1, 2, breekie, breekie. Allemachtig. Je staat luid bij mij. Ik zet hem even zacht hier, moment. Oh, is dat in Discord? Ik sta nu niet in Discord. Nee, we gaan niet over Discord, nee. Dus, Nee. Well, het leek eventjes alsof je de microfoon had ingeslikt. En als ik de mic verder heb, zoals nu? Dit is perfect, jongen. Oké, ik heb je nog op 50%, maar het is, de kijkers zijn inmiddels doof, maar dat geeft niks. Zo. Hey, we pakken even een zaklampie. Ik pak ook een crucifix, want die is nodig. En ik pak een thermometer, want dat werd aangeraden. Moet ik nog wat meenemen verder op de zaklamp na? Ja, als jij wil meenemen. We moeten eerst kijken wat voor spook het is. En in welke kamer. Check. Zout is nodig en smudge sticks. Dus wat je eigenlijk nodig hebt is een zo'n aansteker en zo'n joint die hier ligt. Beetje raar misschien. Aansteker. Waar is die een joint? Daarachter de EMF reader. Dan heb je eigenlijk je handen dus al vol. Nou, de eerste paar minuten is het altijd rustig. Dus wat ik ga doen is ik ga vast een beetje binnen rondlopen. Om te kijken of ik de kamer kan vinden. Zou daar koud moeten zijn? Kouder. U hoort mij? Ja, fantastisch. Ja, je viel even weg, maar. Ja, ik was ook wat verder weg, dus even zien. Het wordt hier wat kouder in het huis. Ietsje. Ik ga even naar deze kamer. Er ligt nog iets nog. In de badkamer is veilig. Even een lampje aanzetten. Ja, mag. Oh. Doe het niet. Doe het wel. Ja, doe het wel. Deze kamer is ook best koud, maar niet heel koud.
En zien, we hebben hier de buitendeur. Dat is hem niet. Hoe koud is het in de kelder, vraag ik me eraf. Oh. Oh. Nog niet heel erg koud. We hebben nog geen activiteit hier. Hier is nog een andere kamer in de kelder. Opslaghok. Opslaghok is veilig. Onthoud het opslaghok, check. Want hier is ook de circuit breaker volgens mij. Als alle stroom eraf gaat... Oh nee, niet hier. Nou, dat is niet hier, dat dacht ik. Nou, het is hier in ieder geval niet koud, dus het moet niet hier wezen. Van wat ik begrijp van dit spel heb... Oh. Hoor je dat? Ja. Dat is de achter wasbak. Ja, dat is wasbak hier ergens. In het toilet hier, denk ik. Ja, oh, we hebben dirty water. Dat is misschien wel de moeite waard. Oh, we hebben ook... Ik zag hier opeens koude temperaturen bij het water. Ik denk dat de badkamer hier... en daar ging het licht ook uit net. Ik gooi deze even neer. Zo, we hebben een crucifix daar liggen, zodat we de haunting tegen kunnen gaan. We moeten er ook even wat zout neerleggen. Ik heb geen zout gepakt. Ik pak wel zout. Check. Ik heb nu weer een inventory slot vrij. Een koude temperatuur heb ik gemeten, dus die is ook klaar. Dus ik neem de EMF reader mee. Jij hebt een aansteker en zo'n joint, hè? En een joint, goede combi. Ja, precies. Steek die maar even af in de badkamer. Dus je moet de aansteker aanzetten. Gaat aan. Oké, en dan pak je die smudge stick en dan loop je de badkamer in. Oké, ik meet hier. Ik leg hem eventjes op de... Ik leg hem even hier neer, zo. Ik meet de hele tijd piepjes. Wat doe ik met de joint nu? Moet je hem aansteken. Rechtermuisklik, volgens mij. Nee, het gaat nog niks aan. Nee. Dat hoeft niet aansteken zo te zijn. Aansteken staat aan. Ja. Oh, misschien met F, de secondary niks. Use. F is de... Ja, precies. Ja. Oké, okay, ja. Nu ben je in het smudgen. Heel goed. Doe maar even mooi langs de badkamer. Daar moet het wezen namelijk. Dus ik heb zout. Ik heb zout. Ik pak even de camera. Ik hoor je niet. Kun je de radio gebruiken? Welke knop was er ook alweer? X. Nou, ik gooi hier even wat zout neer. Dat verklaart een hoop. De zout is neergelegd. Ik blijf gewoon roken. Ik maak even een foto van de dirty sink. We hebben EMF activiteit. Maar niet level 5 volgens mij. Mijn joint is uitgerookt. Top, kom maar terug. Oh god. Yo. Ik heb een foto van het spook. Oké. Ja, hij heeft hier doorheen gelopen. Oké, ik weet genoeg. Weet jij ook genoeg? Ik vond het al een creepy zat eigenlijk. Ja, hè? Oké, we hebben niet de spirit box nog getest. Dat is misschien nog één dingetje. Ik heb een foto van het spook. Dat is echt meer dan dat je ooit kan wensen. Ik ga nog even EMF kijken of ik hier wat mee kan. Of nee, EMF. Bas zegt, ik zag ook wat op de deur. Bas zegt ook wat op de deur? Oh, wil je de infrarood zaklamp even meenemen? Ja. Dat is deze op de bovenste plank hier. En als je ruimte hebt, kun je ook een camera meenemen als je nog een foto wil maken van het spook. Gooi de aansteker weg of de joint? Beide. En dan kun je een camera meenemen. Ik heb nog een camera, ja. Ja, okay. Fantastisch.
Nou, dan kun je met de infraroodcamera zaklamp kijken of je wat ziet. Ga ik even kijken of ik hem kan oproepen. Bas zegt wat op de deur, zei hij. Are you there? Are you there? Jan, ik moet terug. Volgens mij heb ik twee normale zaklampen. Nee, je hebt wel infrarood, zie ik. Oh ja, ja, check. Can you hear me? Can you hear me? Hello? Oh ja, ik zie hem op de deur. Vingerafdruk. Oké, okay, we gaan weg voordat het ernstig wordt. Kom maar mooi naar buiten. Ik weet genoeg. Bas, die let ook goed op, hè. We hebben verdomme zelfs een foto van het spook. Nou, wat wil je nou meer? Tap, even naar onze journal. Laatste pagina. Evidence. Wij hebben fingerprints. Ja, foto. Geen freezing temperatures. We hebben ook geen EMF level 5. Ook geen spirit box. Dus het moet zijn ghost orb en ghost writing. Dan zou het... Nee, dat kan niet. Die combinatie bestaat niet namelijk. Oké. Okay. EMF level 5 kan ook niet. Even zien hoor. Ghost writing. Het kan een revenant zijn. Dan hebben we misschien de EMF laser niet goed gedaan. We moeten even kijken naar ghost orbs. Dus ik ga de... Even zien, heb jij de filmcamera opgepakt toevallig? Heb ik. Ja. Oké. Ik ga je iets heel engs vragen. Wil jij even het huis inlopen en richting die kamer gaan, dat ik naar de infraroodcamera kijk? Ja, welke camera was dat? Ik ga rechtdoor. Je moet hem even rechtermuisklik aanzetten, dan kan ik meekijken. Ja, ik kan zien. De badkamer zou het moeten zijn. En dan zie ik eigenlijk niks vanwege je zaklamp. Ik durf je bijna niet te vragen, maar doe die eens uit. Met T, volgens mij. Is voor mij, jongen. Oh. Wat, hoorde je wat? Hij zat gewoon bij me hoor, 100%. Ja? Ik zag niks 100%. Op de infrarood, dus het is zijn geen spirit orbs. Oh, ik zie Danielle trouwens nu in de chat, dus die zal straks wel mee willen doen. Ik heb hard in de keel staan, echt. Ik meen het. Doe die zaklamp uit, zegt hij. Gooi hem. Ja, ik gooi nog een crucifix daar neer. In de hoop dat hij niet spawnt. Ik ga met je mee. We moeten die camera er eventjes op het badkamerkastje zetten. Oh. Die infrarood zijn we klaar mee hoor, daar weet ik genoeg van. Oh, hier ligt nog een crucifix, jongen. Oké. Okay. Ja, als wat je wil je met die camera, Jan? Oh, wel freezing temperatures. Ik zie nu ijskoud hier. Ik zag mijn adem. Oké, okay. Dan weet ik genoeg. Dan weet ik genoeg. We gaan. We gaan geld innen. We hebben een foto van het fucking spook. Goed, journal. Fingerprints hebben we gevonden. We hebben freezing temperatures gevonden. En we hebben EMF level 5. Want de rest hebben we niet. We hebben geen spirit box, dus het kan niks zijn. Ja, kan wel een wraith zijn. Even zien. Het is een wraith of een banshee. We hebben geen ghost orbs, ook geen ghost writing. Die hebben we nog niet getest, maar dat hoeft ook niet. Het is een wraith of een banshee, afhankelijk van de EMF level. Ja, moet 5 zijn. Dus de evidence die we hebben, fingerprints, freezing temperatures en EMF level 5. Mee eens? Yes. Ja, absoluut. Oké, okay, we hebben nog geen prevent host ghost from hunting, want de ghost heeft nog niet gehunt. We kunnen kijken of we dat even kunnen triggeren door even naar binnen te lopen. Heel spannend. Geest is trouwens Robert Moore. Ja, zullen we hem even roepen? Misschien gaat hij dan hunten, wie weet. Nou, let's try. Ik laat de fotocamera even hier. Ik ga gewoon met de aansteker rondlopen. En de smudge sticks. Oh. Ah ja, dan gaat hij roken, ja. Oké. Okay. Oh ja, ik hoor de EMF afgaan. Moet ik filmen ondertussen?
Ja hoor. Nu staat op level 2. Roger Moore. Oh, nu gaat hij uit, hoor je dat? Hij vindt het niet leuk als je zijn naam roept. Ja. Roger. Nee, ik ook niet. Moore. Roger Moore. Kast even dicht. Dat deed ik. Oh. Man. Waar ben je heen eigenlijk? Ik ben hier. Achter je. Kijk. Je hebt koptelefoon helpen, hè? Dan kun je horen waar ik vandaan kom, zeg maar. Ik neem de autosleutel mee, want fuck it. We gaan er vandoor. We weten eigenlijk wel genoeg. Hij heeft ook weinig activiteit nu, hij is er klaar mee. Hij wil niet meer. Nou, wij wel. Heb je je dagboek ingevuld? Ga ik nu doen. Dus we hebben fingerprints. Yes. We hebben freezing temperatures. Ja. En nou heb ik niet EMF 5 gehoord. En de Spirit Box deed het ook niet. Maar ik gok eerder op de Spirit Box dan op EMF 5. Ja. Want EMF die hebben we de hele tijd gehoord en die gaat niet tot 5. En de Spirit Box die gaf ook geen resultaat. Maar ik denk dat het gewoon komt omdat ik het verkeerd doe. Dus noteer die maar. Ja, dan kom gedaan. Je uit op een Wraith. Dat zou jou wel anders heten. Nee, ook. Oké. Nou, dan mag je de deur op slot doen van de bus en dan gaan we weg. Ga ik even kijken of Danielle er is. Danielle doet zeker mee. Zo, fantastisch. Welcome back. Nou, kijk aan. Zijn we weer. $20 voor die foto maar. Ghost was a Wraith. Nou, dat hebben we toch goed. Zo. Oh ja. Kijk. Danielle is er ook bij. Hallo. Hallo, hallo. Hey. Hallo. Wie is wie? Wie is wie? Ik ben Jeffrey. Ja, wie ben jij eigenlijk, Jan? ik doe wel eventjes... Ik doe wel eventjes de... Ja, de meneer met de blonde kapsel. Zo. Wacht, ik heb geen... Oh, ik ben nog steeds... We hadden net wel gewoon een ghost event, maar geen haunting. Dat was wel een dingetje natuurlijk. Oké. Jullie hebben het overleefd dus. We hebben het overleefd, ja. Kijk, ik ben trots op jullie. Dank je, dankjewel. Ik moet wel eventjes mijn niveaus weer afstellen, want nu ben jij veel zachter dan dat hij is. Kan ik dat hier ergens doen? Even zien. Bij mij klinkt ze ook zacht hoor. Wow. Oh, nee, ik hou me in. Vooral niet doen. Oké. Jeffrey, is dit goed. Je eerste keer dat je dit speelt, of heb je dit al vaker gespeeld? Nee, wel mijn eerste echte keer, zeg maar. Nou, en je hebt het overleefd. Dat was bij Jan Frans wel wat anders. Ja, ik ging het ook eens doen. Nou, Jan Frans is mijn grote leermeester hierin, hè. Oké. Nice. Ik koop eventjes wat items, want anders hebben we niet genoeg. Ik koop eventjes een extra goede flashlight. Ik heb mazzel dat de Pampers in de aanbieding waren bij de Jumbo net. Nou, echt, hè? Ja. tweede pak aangebroken. Jongens. Ik koop een derde thermometer. Nee, hoeft eigenlijk niet, toch? Thermometer, 6 ja, videocamera's? Deze stuks. Zo. Wacht even hoor. EMF reader, daar heb ik er 0 van. Dus daar koop ik er even eentje bij. Er kunnen 2 mensen met de EMF rondlopen. Even kijken, ik zal ook anders wel eentje... Ik word anders wel aardig blut van het spel. Gaat hard zo, hè? Ja, je kan 1 van de 6 videokamers. We hebben er maar 1, gelukkig. Wacht, ik kan nog wel een EMF toevoegen. Ja, als je wil, ga je gang. Ik kan helemaal niks toevoegen, leuk. Ja, je bent blut. Je moet wel een beetje je best doen. Glowstick, wat is het? Een glowstick. Die werkt ongeacht... Oh, je hoeft geen gewone flashlights toe te voegen hoor. Die krengen die vind ik zo kut. Ik heb $100 trouwens, als ik wat moet toevoegen. Nee, bij mij wil die geen EMF meer toevoegen. Ik weet niet wat het is. We zitten op 2 van de 2. Moet ik een EMF... Ja. Nee, we zitten al op... Moet ik EMF laser doen? We zitten al op 2 van de 2, dus dat kan niet.
Ja, we hebben drie sterke zaklampen, dus dat is voldoende. We hebben thermometers, we hebben een ghostwriting book. Nou, volgens mij komen we er wel uit. Ik ben ready. Ik zie dat je... Oh, sterk, ja, klopt. Ik ben ready. Grafton Farmhouse is het. Let's go. Let's go. Niet de Farmhouse. De farmhouse klinkt alleen al. Oh. Ik ga straks even jullie volumes even recht zetten. Yes, yes. Ik heb het gevoel dat de ene nu veel luider is dan... Kijk hoe flexibel Jeffrey nu is in de game. Ja, echt hè. Waarom ben ik er nog niet? Damn it. Ja, ik ook nog niet. Jeffrey heeft een veel betere PC dan ons nu. Hallo. Ja, daar is iemand. Hallo. Jeffrey, ik ben er. Ja, ik hoor je. Oh, ja, ik ben er. Nice. Kan ik gewoon in iemand anders? Volgens mij zit jouw microfoon gaat een beetje in overdrive, Jeffrey. Volgens mij heb je wat. Hoe kan ik dat aanpassen? Gewoon in je Windows volume instellingen. Eén moment dan. Ja. Lees ik ondertussen vast wat er op bord staat. Even zien. Wat voor spel, wat voor ghost bedoel ik? Smudge sticks hebben we nodig. Die heb ik. Dirty sink water. Prima. En we moeten hem door zout laten lopen. Foto. Het gaat om het spook van Helen Smith. Okay. Ze reageert op iedereen. Dus je kan haar roepen. Oh, fijn. Staat niet dus, bij dat je alleen moet zijn om haar aan te spreken? Nee, dat staat er niet bij. Ik heb een zaklamp. Ik neem het boek wel mee. En de infrarood. Is het zo beter? EMF. Heb je hem iets lager gezet, je microfoon input? Ja. Ja, het is nu wel duidelijker en helemaal geen overdrive, dus dat is fantastisch. Nou ja, mocht het wel weer zijn, geef me geel. Ja. Ik heb het boek mee en de infrarood zaklamp. Ik heb EMF. Ik heb één EMF. Wat wil je dat ik pak, Jan? Een fotocamera. Nou, pak jij dan maar een thermometer. Loop jij maar even door het huis de temperatuur te peilen. Neem ook maar een EMF-laser. Ja, je kan niet beide tegelijk hebben de hele tijd. Neem maar een crucifix mee, voor als we de kamer vinden, dan kun je die daar neergooien. Dan, Heb eens. Top, nou dan gaan we. Ja, zijn we er klaar voor? Ik ben er nooit klaar voor, maar we gaan. Nou ja, klaar, ik wou zeggen. Oeh, die tet het wel weer in morgen. Ik zet je toch even wat zachter nog. Ja, bij mij staat die ook vrij luid, dus ik weet niet... Ik doe ja, de microfoon wat verder. Zo beter? Je hebt de sleutels. Ik heb de sleutel, kom eraan. Hij heeft de microfoon wat verder, dus ik zal hem hierin zetten. Ben ik nog te verstaan zo? Ja, je bent prima te verstaan. Het is veel duidelijker dan net, dus doe je goed. Oh, niet weer dit huis. Ik heb weer slechte herinneringen aan. Ja? Weet je nog, hier ben ik dood gegaan. Ja, dat weet ik nog. Zo, ik ga even rond met de infrarood. Dan zie ik snel genoeg de vingerafdruk op de deur. Ik ben met de temperatuur... Ja. Ik hou contact over de radio. Over. Goed. Gaan we opsplitsen? Wat gaan we doen? Ja, ik ben al aan het splitsen om te kijken of ik vingerafdrukken zie. Ik doe licht aan in de kamers waar ik geweest ben. Ik heb nog steeds rond de 16 inderdaad. Ja, 16 en het laagste is ongeveer 13. 13,4. Ja, want bij mij 13,1. Maar... De spook moet wel ergens boven zijn dan. Ja, want dit is het anders. Ik ga naar boven. 13,3. Ik ben boven inmiddels. Oké. En wat voor temperatuur heb je? 16, 14 nog steeds. Oké, ik kom ook naar boven. Het leek even alsof je vast zat tussen de deur. Badkamertemperatuur is goed. Oh, check even de sink of er vies water in zit. Yes, moment. Oké, ik breng even mijn thermometer weg, want ik heb niet het idee dat de temperaturen hier heel koud worden, hè? Nog geen vies water gezien. Nee, ook niet. Ik ben in een andere badkamer geweest beneden.
Hier is dat ding. Ja, doe gelijk maar, want hij heeft hem uitgedaan. De lul. Normale temperatuur hier nog. Ik zie ook nergens vingerafdrukken. Ik ga de infrarood zaklamp wegbrengen en ik pak iets anders. Ja. Ik ga eens even kijken of ik een EMF reading kan krijgen ergens. Weggooien. Ik dacht dat het met Q moest, maar... Je hebt een folder hier, nee, hè? Hey, ik heb alles al geprobeerd. Oké, tot deze dan maar. Hebben we ook een spirit box meegenomen? Ik hoor ja, boven de deur open gaan. Okay, kom eraan. Ja. Dus kan ik... Oké, dan neem ik de spirit box mee. Ik vermoed dat het boven is, want daar is de ding is ook uitgegaan. De, hoe heet het? De circuit breaker. Stoppenkast. Ja, het is boven, 100%. Oeh, een kinderwiegje. Dat is even schrikken, hè? Tot dusver is het inderdaad overal lauw warm. Wie maakt er in hemelsnaam een foto in de badkamer? Wie maakt er zoiets neer? Twee is echt creepy. Beneden is er al het licht uitgegaan. Wat hoor ik voor geruis op de achtergrond nu? Beneden zijn alle lichten uit. Oh, dat geruis is de EMF reader. Of nee, de dinges. Spirit box. Ik heb hem gevonden. Hier is een koude kamer. Koude kamer? Okay. Nou, wie weet wil het wel praten. Helen? Helen, do you want to talk to us? In de bijkeuken, achter de keuken. Okay, coming your way. Het is deze Helen. Kamer. Hier is het ijskoud, maar niet vriezend. Helen, talk to us. Ja, inderdaad. Hij gaat naar 3 graden. Helen, are you here? Oh, hier, oh, hoor ik. Zijn we op, oh, zijn hier. Oh, oh, oh. Oké, okay, tijd om te gaan. Tijd om te gaan. Are you? Okay. We hebben dus temperatuur, maar geen vingerafdrukken. We hebben spirit box reading. Ik pak de EMF. Ik heb de crucifix. Nu ga ik er even neergooien. Ja, ik ook wel, Jan, hè? Gooi we allebei neer. Yo. Hebben we ook een boek? Mevrouw heeft de schakelaar weer gevonden. Ik heb een boek hier al neergelegd. Okay, oh, godverdomme. Oh, oh, oh. Oh, Tim. Ze ademt in mijn nek. Oh, ik ben weg. Ik ben weg. Aju. Ik heb hier een crucifix. Ik heb hier een crucifix neergegooid, dus ik kan niet spawnen nu. Moet ik er nog bij gooien? Ja, gooi er maar bij. Ik meet hier ook meldingen. Helen, op de EMF. Ja, fantastisch. 2 crucifixen. Deze kamer is nu veilig. Hier kan niemand spoken. Helen, are you here?
Helen Smith. Helen. Als die deur dicht gaat, dan zijn we echt screwed. Zal ik de schakelaar omzetten boven? Helen, where are you? Ho, ho. Oh, ik hoor haar praten. Helen. Ze zegt continue hier. Give us a sign. Helen. Hoge lezingen, maar geen level 5. Ghost Orbs, dat moet het dan wel zijn. Okay. Wie heeft de videocamera? Okay. Ik ga hem halen, ja? Ik heb een fotocamera, ja. Ja. Ga jij maar even halen? We moeten hem hier eventjes op een verhoging zetten, zoals op deze kist. Moeten we even in de kamer kijken. Ja, ik wou dat zeggen, misschien hier zo. Als jij nu vast naar de bus loopt om de camera te bekijken. Ja. We houden contact. T7, Jan Brandt. Ze moet hier ergens zijn, maar ik voel me wel veilig. Moet ik pakken die zwarte camera, hè? Ze loopt hier met moersleutels te gooien, ze is niet blij dat ik hier ben. Ja. Ik doe gewoon de deur even dicht. Heb je de filmcamera? Ik heb die zwarte. Ja, als je... Zet hem eens aan met rechter muisknik. Staat nu aan, rechter muisknop. Kom, we gaan. We gaan vlug kijken. We zetten hem hier neer en dan gaan we terug. Je kan shift in gedrukt houden om zogenaamd te rennen, oftewel je loopt iets sneller. Ja, iets. Ja, had ik al. Moet ik hem hier neerzetten, Jan? Ja, je hebt daar die rode gereedschapskist. Ja. Hier zo, zet hem hier maar neer. En moet je hem even draaien met linkermuis? Answers. Oh, wacht even, kom maar. Ik pak hem wel. Jo. Je moet hem even draaien zo, en dan... Heb je de EMF reader? Nee. Oh, ze zei iets! Ze zei iets. We gaan. Als we Spirit Orbs hebben, weet ik genoeg. Oh, we kunnen Dirty Water in the Sink nog opzoeken. Bedenken we net, want dat is ook een van onze task. Klopt. Ik ga boven kijken. Oh, we hebben ook nog zout nodig. Ik pak zout. Is goed, ik ga weer naar de bijkeuken. Ik hoor je. Zal ik even de stop omzetten boven? Kun je doen? Vingerafdruk gevonden. We hebben alle nodige dingen behalve de... Ja, we hebben alle nodige dingen behalve dat ze de zout liep. En de dirty sink. Ik had de stroom erop gezet en slijt nu eraf. Hallo Klaas in de chat. Fingerprints, spirit box. De stroom was gelijk weer af trouwens, ik weet niet of je meegekregen had. En freezing temperatures, I guess. Nee. Het waren geen freezing temperatures. Okay. Nou, ik zie hier ook geen spirit orbs. Spirit box? Ja. Freezing temperature. Spirit box. Ik zie wel spirit orbs, ik zie af en toe iets bewegen. Ghost orbs. Kijk maar op de camera. Dat is de poltergeist.
Ik heb fingerprints, ik heb spirit box. En ik heb nu orbs, ghost orbs. Ghost orb? Dus ik kom uit op spirit. Ik heb spirit box, ghost orb, fingerprints en dan krijg ik poltergeist. Dat is de enige optie die ik heb. Kan dat? Ik heb ook poltergeist, ik ben gewoon blind. Denk al. Fuck. Oké, ik heb nog geen ghost orbs gezien. Ik dacht toen net wel dat iets... Oh ja, hier en daar iets aan de rechterkant dat iets... Wat hadden we? Vingerafdrukken? Ja, ghost orbs. Dat, dat zachter, Jeffrey. Ik weet niet waarom, maar jij bent super live. Spirit box. Nou, dan ga ik maar de stoute schoenen aantrekken en smudge sticks afsteken. Succes. Bye. Het spook vereist een offer. Zal ik een foto maken van de offering? Great cash, homie. MC Server donatie. Dankjewel, Klaas. Wordt erg gewaardeerd. Dikke donatie van Klaas opeens. Dankjewel. Nice. Gaan jullie mijn, mijn possie zijn? Of, Ik volg je alleen. Ik ben... assistent Ghost Hunter. Godverdomme. Oh shit! Oh shit, shit. Houston, we have a problem. Run, run, run. Het spook houdt niet van, van smudge sticks. Holy. Deur is nog wel open. Ja, het was ook geen haunting. Hij vond mij alleen niet zo aardig omdat ik die smudge sticks in de omgeving afstak. Sorry, die deur ging echt gewoon dicht. Van, nope. Nou, kijk of ze weer wil praten. Helen Smith, are you here? Jazeker, Klaas. Hartstikke welkom. Ik stuur je zo even de code. Yay, Klaas doet ook mee. Helen Smith, are you here? Hij zit gewoon echt dicht, die deur. Jullie kunnen trouwens... Nee, ik ga naar binnen open. Ja. Jullie kunnen trouwens ook op Discord joinen. Dan sleep ik jullie even naar het juiste kanaal. Voor het geval dat de in-game communicatie niet werkt. Moet je zelf wel even muten natuurlijk. Oké. Sure. Ja, misschien is dat wel handig voor de zekerheid. Maar ja. Misschien kunnen we dat beter doen wanneer Klaas ook joint. Ja, wanneer Klaas er is. Ja. Yes, oké. Goed idee. Wat doen we? Gaan we het nog weer proberen of zeggen we nou... Ik weet voldoende. Het is een poltergeist. Hoor het enige dat? Wat ik niet... Ja. What the fuck, dat is weer een deur. Ik dacht dat een van jullie dat was, maar niet... Is dat niet het geluidje van mijn... Is dat niet het geluid van mijn journal? Klonk als een deur, maar ik weet het niet. Wel heel weird, want volgens mij waren we gewoon opgesloten in die kamer daar, maar... Oh, ik heb een heartbeat! Oké, we houden weer. Muziek. Fuck that. Ja, we gaan en we gaan. Not doing this! Ik hoorde fucking muziek. Hier ben ik niet voor. Ik hoorde muziek en mijn heartbeat echt heel dichtbij. Dun, dun, dun. Nee, ja, ik ook. Ik had die heartbeat ook heel dicht, ja. We gaan ons dagboek invullen en we gaan naar huis. Oh, je Frans, check je sanity! Oh, mijn sanity is bijna nul. Wacht even. Dat gaan we doen. We gaan voor de nul, jongens. Nee. Alle lichten gaan uit. Ze heeft de breaker box weer gevonden, jongens. Dat is toch goed? Oh, nu gaat het licht weer aan. Oké, we gaan. Fuck dit. Nou, zit hier wat lichten... is dit nou? Eerst wil je naar binnen? Oh! Lichten aan en uit te doen. Oh ja, in de kamer. Heeft iemand nog een fotocamera? Ja, ik heb een fotocamera. We moeten nog sowieso de dirty sink even hebben voor het geval dat. Dat doet het licht op de overloop de hele tijd aan en uit. Ja, maar het doet net de woonkamer links van je ook. Dus is hij nog ergens? Oh, ik weet echt niet of dit een goed idee is, Jeffrey. Nee, dit is zeker geen goed idee. Ik betwijfel ten eerste. Je bent zo stil. Oh, ze heeft er doorheen gelopen. Maak hier maar een foto van. Ja, tuurlijk. Aju.
poten van de... van het zout. Deur. Ja. Ja. Bingo, perfect. Bingo. Mooi weg. Als die deur niet dicht gaat, hebben we echt... Oké, we gaan. Het is goed. We hebben dit keer helaas geen foto van het spook. Ik heb haar niet eens gezien, nog gehoord. Alleen maar activiteit. Dat komt waarschijnlijk vanwege onze crucifix in de bijkeuken. Ja, dat heb je goed gedaan. Oké. Foto van jou. Top, hartstikke mooi. Foto van jou, prachtig. Nou. Zet hem in. We gaan. 11%. Haha, nice. Hey, foto's! Yay! Foto's nice, van zout, hè? Dat gedaan. Helpt. Ja. Oké, Jeffrey, nu we dan toch gealtapt zijn, misschien toch even handig om je geluidsinstelling even te checken, want het was echt heel erg luid. Moment, dan ga ik nog een keer... Kijk eventjes bij je invoervolume van de microfoon. Ik denk dat die namelijk 100% staat en de meeste... professionele microfoons hebben geen 100% nodig. Hey Klaas. Hallo. Kunnen jullie me horen? Hey, we hebben geluid. Ja. Zeker. Ja. Top. Hallo. Kunnen jullie allebei ook even Discord joinen? Dan sleep ik jullie even naar het livestream kanaal. En dan moet je wel even je microfoon muten natuurlijk, anders horen we elkaar dubbel. Maar mocht de in-game communicatie uitvallen, dan kun je het op die manier doen. Yes, go ahead. Want Klaas die had laatst wat probleempjes met in-game. Ja, dat was omdat ik wat overschakeld De Edenia Discord. Want Jeffrey is geen collega van ons, die zit niet in de Your Hosting Discord. Oké, nee, komt goed. Zo, dat is een Klaas. Ja, gemute, fantastisch. Hallo. En nu nog Danielle. Oh, daar ging wat. Danielle, waar ben je? Ja, ik zie mezelf niet in de... Nee, ik zie jezelf ook niet. Zou je eens even willen klikken op Livestream Waiting Room in de Edenia Discord? Oké. Ja, fantastisch. Cool. Oké, ik heb het op mute. Yes, oké. Manamanam. Ja. Parapam. Oké. Let's go. Jeffrey, hoe gaat het tot nu toe? Hey, hallo, we zijn hetzelfde nu. Ik wil een andere karakter. Ja. Level 39, Klaas. Oh, ja, ik heb vandaag veel gespeeld. De beta is fantastisch. Dan heb je dat je lampje aan blijft als je switcht. Oh, dat is wel erg fijn, ja. Ja. Ja, ik vind sowieso dat als je ooit een zaklamp hebt, waarom zou je ooit een zaklamp uit willen doen? Snap je? Dat? Ooit, hè? Nee, niet. Ja. Kijk, ik heb Klaas nu ook erg luid. Misschien ligt het gewoon aan mijn instellingen algemeen. Ik zet jullie gewoon allemaal even Klaas is gewoon straks. Luid. Hallo. Ja, kom goed. Hallo. Ja, hallo. Klaas, ik wist goed. Hier vandaag. Oh. Het bord. Wil iedereen, als ze wat equipment hebben om te delen, in de pot gooien? Ja. Want ik heb niet heel veel. Ik heb alle basics erin gegooid sowieso. Zullen we de Brownstone High School doen? High School? Ik had vandaag een revenant in high school. In de gym. En die loopt sneller als hij je ziet. Drie mensen dood gegaan. Oeh. Ik haat high school. Een prison. Dit is leuk, ja. Prison is tof. Oké, dan doen we eerst prison. Ja, prison is tof. Team van 3, sanity pills recommended, oké. Okay. Ik ga even kijken of ik nog wat kan toevoegen aan de pot. Ik voeg wat thermometers toe. Nog een 2 top. Toe. Nice. Nee, ik gooi gewoon alles wat ik heb in de pot en we zien wel. Oké. Zo, back. Volgens mij hebben we volle pot nu. Mocht je toch nog iets nodig hebben, laat even weten. Oké, ik ben ready. Ik zal jullie volume straks allemaal even fixen. Dan, want de streamkijkers worden momenteel volgens mij gewoon gek. Maar dat geeft niks. Hi Twitch. Jeffrey, ben je er klaar voor? Coming famous! Hoe is het met je invoer volume? Jeffrey? Basketball. Jeffrey. Oh, foto's. Maar dit zijn mijn foto's. Foto? Jeffrey, we kunnen je niet horen. Jeffrey, Lock. Ik kan je niet horen. Waarom? Ik kan dat niet goed.
Ik denk dat je microfoon nu helemaal hebt gemute. Ja, je hebt communicatie niet belangrijk in dit spel. Joh. Oh jawel. Als hij. Waarom toch niet als hij doodgaat? Oeh! Oeh, hallo! Mijn bal. Blijven. Jeffrey, als je. Ik geef het al aan als ik je wat hoor zeggen. Wauw, waarom telde hij die niet? Die telde die wel. Ja, bij mij staat het nog steeds 0. Of is dat toch gewoon mijn eigen score? Dat is je eigen score, ja. Ik heb 11. Ah nee, ik bedoel, ik heb 500. 1! Woe! Yeah! Oké, okay, I'm proud. I'm done. I can do this. Jeffrey! Jeffrey, anders unmute de Discord even. Dan kun je op zijn minst met ons praten. Hoor je mij nu? Ja, nu hoor ik je. Hey, ik hoor iets heel ver weg. Nou is hij wel in de Discord, maar niet in de. Oh, je zit op, oh, je zit op mijn luidspreker. Ja. Hij pakt hem in het spel niet meer. Oké, okay. Moet je even opnieuw opstarten, denk ik. Ga ik nu doen. Fixed. Dan wachten we heel even, dat is geen probleem. Ik start even mijn spel opnieuw. Ja, dat is goed. Yes. Had je de Fokkers microfoon aangepast ofzo? Of, Je zit als twee mallen achter die bal aan. Ja, was bal nummer 2. Goed. Hij is af en toe een leeft nog druk. Maar hij leeft nog wel. Hij lijkt een baasje. Hij heeft vandaag eigenlijk bijna de hele dag slapen en toen hij wakker was, was hij heel druk. We hadden een collega van mijn moeder die langskwam en die heeft zelf ook honden. En geweldig idee om 5 van die grote blokjes aan elkaar te knopen met een lintje en die dan in één keer aan hem te geven. Oh. De bedoeling was goed, maar het ging niet zo, hè? Nee, nou die hond was er helemaal weg van. Zo. Het loslaten, het lint opeten. Waren ze wel meteen beste vrienden. Zijn jullie woensdag op kantoor? Ik wel. Jan Frans wel, hè? Kijk. Zegt, Jeffrey is weer gemute in. Oké, hij start nu het spel. Horen jullie mij? Hallo? Ik hoor je, het is fantastisch. Ja, geweldig. Je bent wel een beetje gekrompen. Gehalveerd. Wat zegt u? Ik heb de microfoon gehalveerd. Oké, helemaal goed. En zeg eens wat in Discord als je wil. Dit is Discord, hallo? Ja, is nog steeds gewoon super duidelijk. Dus zet Discord maar weer uit en dan gaan we verder. Dit is veel beter voor je microfoon. Ready. Ik ben ready. We gaan de prison doen. Amateur difficulty. Hebben we een plan of Ja, niet doodgaan. Ik doe wel, ik doe wel temperatuur en infrarood. Temperatuur en Ik doe wel de spirit box. Ik wil wel praten sure, met de spirit. Ga je maar lekker kletsen. We gaan starten. Ja, heb ik heel goed. Op mij reageert het tenminste. Dat is wel waar. Wat zou ik meenemen, Jan? EMF reader, filmcamera. Ja. Op. Zout misschien als we dat nodig hebben? Zout, maar je moet sowieso een zaklamp mee hebben. Dat is wel handig. Oh hey! Ik zit er al in. Wat snel. Dit is mijn grote map, jongens. Oh, ik ga eerst even kijken of ik iedereen een klein beetje zachter kan zetten. Want dit is inderdaad belachelijk. Jeffrey, zeg eens wat. Ghost Event. Test 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kijk, Jeffrey is duidelijk. Klaas, doe eens wat hallo. Enthousiast. Ja, ik ben Klaas. Hallo, ik ben Klaas en ik wil vandaag niet dood. Yay! Oké, Klaas, ik ga je ook zachter zetten hier. Yay! Ja. Oh, I'm sorry. Apply. Ik denk dat iedereen nu oké is. Klaas, wil je nog wat zeggen? Ik heb slecht nieuws voor jou, meid. Je bent maar 18 graden. Even zien. Mag ik nog meedoen? Witness a ghost event. We moeten dus een vrieskamer vinden. We need a sacrifice. Of niet een vrieskamer onder de 10 Celsius. En een foto van het spook. Okay. Nou, ik neem mee een super zaklamp. En ik neem mee een EMF reader.
En ik neem wel mee de fotocamera voor het geval dat. Up to everyone. Ik heb een videocamera. Zou ik zout pakken? Ja, ja, is goed. Als we de ghost room hebben gevonden, salty, dan kun je daar inderdaad de dingen in zetten. Oh, we hebben ook twee tripods. Nee, Jeffrey. Anders neem je gewoon een boek mee. In plaats van het zout? In plaats van zout nog. Ja, zout is niet per se nodig voor deze opdracht. Dit ziet er überhaupt al niet chill uit. Wie de prison is ook zeer zeker niet chill. Wie achtervolg ik nu? Met de thermometer? Klaas. Dat is Klaas, hallo. Die zo nee, joh, wacht niet op mij, ik kom eraan. Hey. Ja, ik zet Klaas wel ietsje zachter, ook al zo. Vergeet niet de radio te gebruiken als we ver weg zijn. Je radio was X, toch? Ik heb hem op X, standaard is hier B volgens mij. B? Ik heb de key gerebind. De B van binding. Hallo, hoor je mij nu via de radio? Richard Miller. Ik hoor je via de radio, over. Wie gaat er mee naar boven? Jeffrey, ik volg jou. Ik ben nog beneden. Richard! Ik volg Richard Jan dan, nou hé. Het is boven gezellig. Richard Miller, please respond. 911, how can I help you? Richard. What are you wearing? Ik hoorde metalen open de deur opgaan. Ja, dat was ik. Oké. Okay. What are you wearing? Ben je maar nieuw? Oh, ik hoor weer een deur. Oh, dit werkt. Richard Miller, are you here? Show yourself, Richard. We're all in this together. Da-da-da-da-da. Ik weet niet hoe die verder gaat. Even kijken in de keuken. Richard? Hallo, is dit de McDonald's? De bestelling alstublieft. Jij bent echt zo'n wat was dat? Zo'n tienerjochie wat echt net niet 14 is, ja, maar ook net niet 30. Ja, I know right. Eigenlijk hoor ik dat te werken. Dan hoop ik zo'n mooi petje op te hebben, zo'n schort. Precies. Hallo, Richard. Mijn stem komt net door. Mag ik uw bestelling? Ja. Wat wilt u bestellen? Het is niet in de kantine, over. Richard Miller. Please respond. Oh, camera. Hallo. Hallo camera, hallo Richard. Richard. Hij is niet boven. Richard. Daar is nou eens eentje boven. Richard. Ik ben boven, ben ik nu klaar. Boven is het. Richard, are you in the shower? Ik ga met de EMF reader naar celblok A. What the fuck is dit? Richard. Je kunt hier ook echt elke cel openen. Hè? Elke cel kan een locatie zijn. Jongens. Jeffrey, gaat het? Ik kreeg de deur niet los. Hallo. Hoor hem ook zo dicht. Hallo. Ja, ik denk, misschien had ik je schrikken, maar nee. Jongens, ga je mee de celblok in hier? Ja, oké, let's go. Richard, are you here? Oh, hier, het is hier koud, het was hier even koud, 10 graden. Waar ben je? Spannend. Richard, are you here? Het is hier koud, jongens. De deuren staan open. Het is jouw verantwoord gesproken. Oké, dit is de entree. Waarom is hier zo koud? Waarom is hier zo koud? Dit is weer de... Hey, heb je dat dicht op boven aangedaan? Ik heb het licht aangedaan via are you de here? Computer controls, ja. Richard, are you in the cell? Richard, give us a sign. Ja, het is hier min 10. Jongens, de wens zit hier goed. Hij zit denk min 10. Ik boven. Richard, are you upstairs? Oh, there's a light. Dus onder het zien is een ghost. Het is hier. Ik heb het licht hier even aangedaan. Oh, so it's you. Richard. Oké, freezing temperatures is dus 1. Houdini, nee, het is niet freezing. Hij is gewoon onder de 10 graden. Dat zit hier in een ghost. Oh, onder de 10 graden, oké. Okay. Dus we weten nog niks. Zal ik even op. Show yourself. Behalve dat hij hier zit. Richard, filmcamera, wie heeft de filmcamera? Are you here? Ik
videocamera over. Wil jij naar Klaas gaan over en deze op een tafel zetten over? Are you here? Klaas, waar bevind je je? Ik ben boven. Ik ben beneden. Gooi me naar beneden toe, ik zet hem hier wel neer. Ik ben hier aan de andere kant van de... Please talk to us. Ik ga terug naar de bus om naar de camera te kijken, terwijl een van jullie rondloopt met de camera aan. Yes? Oh, kan ook. Waar wil je dat ik rondloop met de camera? In celblok A. Waar je nu bent. Ik zo te zien zit die boven. Dan blijf ik jullie lekker wandelen. Ik heb helaas nog niks kunnen vinden. Geen EMF reading whatsoever. Het moet in celblok A zijn. Ik hoor wel telkens dingen vallen. Dus het spook wil zich kenbaar maken. Ik heb tot dusver geen enkele EMF activiteit gevonden. Dus ik denk niet dat het een EMF reagerend spook is. Dus die ga ik wegdoen. Jeffrey, ik ben bijna bij de camera. Zou je de camera aan willen zetten? Dus het lampje groen en even rond willen lopen door celblok A. Ben ik al mee bezig, Jan. En waar mogelijk je zaklamp uit? Zaklamp uit, camera aan, over. Ik ben nu op het scherm aan het kijken. Word je bijgeschenen door je kameraden? Ja. Oh, een van die kameraden is hier. Hallo. Hallo. Hey Klaas, ik ben even aan het kijken naar Spirit Orbs, maar het ziet er niet naar uit. Nou heb ik het idee dat die dingen best zeldzaam zijn, die Spirit Orbs. Boek ook? Ja. Ik heb het boek. Heeft iemand het boek neergelegd? Boost Sanity ziet er fantastisch uit. Oké, ik ga even met een UV-lampje rondlopen, denk ik. Moest ik het boek ergens neerleggen, over? Je mag het boek wel even neerleggen in celblok A, gewoon ergens in het gangpad of zo. Oh, ik heb helemaal geen boek. Ik had hem echt meegenomen. Dan neem ik hem mee. Kom maar. Jeffrey, ik heb er dusver nog niks bijzonders gezien op de camera. Dus je mag hem wel even op het tafeltje zetten. En dat, je kan hem neerzetten met F en je kan hem draaien met linkermuisknop. Welk tafeltje over? Op de benedenverdieping staan allemaal tafeltjes in celblok A. Ik neem ook wel even... Nee, ik was boven namelijk, Jan. Je kan vanaf daar niet naar beneden. Ik vind het best wel gaaf trouwens om gewoon even mee te kijken op die camera. Nou kan ik wel hier blijven de hele tijd, maar dat wordt natuurlijk wel een doodzaaie stream. Dus ik ga weer naar binnen. Wat neem ik mee? Kun je nog de extra camera meenemen? Extra filmcamera, ja Jan, kan ik. Jan Frans, waar wil je de camera op richt over? Richt maar gewoon in de grote open leegte. En dan moet je hem niet gooien met G, maar neerzetten met F. Ik had treinpots meegenomen volgens mij. Ik kijk nu in iemands neusgat. Camera staat aan. Ja, perfect. Dankjewel. Nou, ik zie geen Spirit Orbs, dus... Ik neem de infrarood mee. Okay, en ik heb de filmcamera. Zal ik het boek hier in A ja. gooien? Can you give us a sign? Of onder de trap, daar hadden we net freezing temperatures.
IMF is het niet. Nog een really filmpje. Freezing. Ja, freezing temperatures onder nul. Je zag je adem. Ik kom terug naar binnen en ik ga naar celblok A op de benedenverdieping. Over. Jan Frans, deed je iets met hetzelfde? Nee, ik kom naar binnen lopen. Can you give us a sign? Can you open the door? Everybody in the whole cell block. Boven, jongens. Ja, volgens mij ook. Wel weer? Ik heb echt alle kanten gehad, maar reageerde niet op de spirit box. Ga je mee? Eén keer boven kijken nog? Ja, ik ga met je mee. Je hebt de camera aan top. Oh, ik neem even een foto. Ik ga een fotostel even ophalen voor de leuke... Oh, ik heb een foto te stellen. Moet je ik zie hier vriezende adem. Oh, ik zie mijn adem. Wacht even. Ik zet hier een filmcamera op. Oh, daar staat er hier alleen. Zet ik hem op aan de andere kant. Kom in. Ik ga met Richard mee. Of met Jeffrey naar boven. Oké, dat geluid was echt recht van ons. Dus rechtsboven zal het gaan. Ja, hier is... Hier is inderdaad wel wat... Richard, show us a sign. Are you here? Richard Miller. Better dat spirit is jongen. Oh, ik ben opeens buiten in de courtyard. Ja, ik heb niet het idee dat ik hier boven is namelijk. Ik denk echt beneden op de klas. Ze reageren niet altijd op spirrenboxen. Nee, I know. Er is nog niets geschreven in het boek onderaan. Nee, ook hierboven niet. Tot dusver heb ik alleen maar freezing temperatures. Zijn die mooi wat lichter naar Jeffrey? Sorry Jan. Ik zei, ze staan hier mooi wat lichter ook aan. Misschien houdt dat het spook ook wel tegen. Ja, wellicht. In overleg, zal ik alle lichten hieruit doen? Dat gaat gewoon, dat gebeurt gewoon. Yep. Heeft iemand daar nog een IMF mee? Nee, heb ik thuis gelaten. Alleen spirit box. Ik heb de deur even dicht gedaan, zodat we de camera's kunnen bekijken op rare activiteit. Yes, sir. Jeffrey, ik ga niet met jou de douches in, dat snap je. Niet. Jeffrey? Niet. Weet je dat? Ik hoor steeds vallende dingen. Ja. Door de celdeur. We hebben ghost orbs. We hebben ghost orbs. Ghost orbs bevestigd. Gelijk links bij de celblok als je binnenkomt en het gaat wat door het plafond heen. Oh, ik hoorde weer iets. Is het iemand? Wat zei jij hier dan? Strike a pose?
Moet even wat kijken wat dat zou kunnen zijn. Ghostwriting zou op een Yuri eindigen. Maar die hebben we niet. EMF 5 zou een Phantom zijn. En een Spirit Box zou een Mare zijn. Je hebt met de Spirit Box rondgelopen, toch? Ja, maar ik kreeg helemaal geen respons. Ik ben echt overal geweest voor zover ik weet. Dus... Nou, we hebben één boek hebben we daar... Sorry, ik zal even over de radio praten. En kan Klaas ook meeluisteren. We hebben dus... Spirit Orbs hebben Freezing Temperatures. Het boek dat er lag, dat heeft niks opgeleverd. De... hoe heet het? Infrarood ook niet. Dus dan moet het een Phantom... Ik denk dat we de EMF readers eventjes opnieuw moeten gaan gebruiken. Yep, er ligt hier eentje op de grond en ik heb eentje man. Ben jij de bus gegaan, Japan? Waar ligt er een op de grond? Hier, hier. Kom al. Is het geen tempo? Ja, dat is tempo. Oh nee, ik zie hier ook een EMF, ja. Zullen we verder nog iets meenemen? Ik neem de EMF mee. Ik ga even een rondje door celblok A doen. Oh, die heeft een fototoestel. Ik heb ook een fototoestel. Temperatuur is bevroren, dus is vriezend, dus dat weten we. Wacht even, ik kom even naar buiten. Temperatuur weten we zeker, dus die mag je laten liggen. EMF weten we niet zeker en Spirit Box weten we niet zeker. Dus dat zijn de twee dingen die ik eigenlijk mee zou willen nemen. En fotocamera's, zoveel als we kunnen dragen. Danielle. Zullen we ruilen? Ja. Wat wil je ruilen? Fotostijl voor EMF? Ja. Cool. Jeffrey, wil je EMF of wil je de fotocamera? Gaan we niet uit, joh. Rustig. Jeffrey, waar ben je? Jeffrey, ik heb hier een EMF reader voor je. Ja. Het is namelijk of EMF 5 of het is ghostwriting, ja. Een van beide. Ik volg jou, Jan. Yes, heel goed. Hou shift ingedrukt zodat je ietsje sneller rent. Dat heb ik de hele tijd. Ik kan gewoon niet harder, denk ik. Nee, ik kan inderdaad niet harder. Echt super stom. Maar het scheelt ook helemaal niks. Samantha Fox. Samantha Fox, where are you? Heet ze serieus Samantha? Doe ik dit het risico? Nee, ik roep gewoon de naam van mijn favoriete pornoactrice. Stille hoop dat ze hier ook rondspookt. Wie heeft de deur dicht gedaan voor jullie? Ik heb de deuren van celblok A dicht gedaan om ghostwriting te triggeren. Ah. Oeh. Want met open deuren doen ze niks. Hallo. Nou, niet zo openhartig. Heb je de EMF reader aan? Yep. Jazeker. Oké, okay. Nou, ik ben benieuwd. Ghostwriting ligt onderaan de trap. Oh, ik hoorde wat. Een deur. Zou ik naar boven gaan met MDMA open? Ja, en met de MDMA. Yo, doe ik dan blijf beneden, want ik heb ook... Ik neem het boek wel mee. Blijf beneden. Ja? Wat deed ik? Ja, we brengen het boek naar boven. Ik ga naar rechts boven. Show yourself. Give us a sign. Was jij dat? Wat voor een domme. Wat de fuck, echt waar, joh. Ik voel het in mijn maag. Motherfucker ben jij. Ik hoorde iets. Oh, sorry. Oh, jij klote. Ik heb hier nog geen mening boven over. Ik heb hier twee boeken neergelegd, maar geen ghostwriting. Dus het moet de Spirit Box zijn. Can you give us a sign? Heeft iemand anders de Spirit Box in meegenomen? Of EMF. Heeft iemand de Spirit Box? Nee, ik heb de Spirit Box. Nee. Goddomme, ik ga alweer. Ik wil, sign. Oké, loop, praat. Richard! Ja, je moet wel dingen vragen. Are you a man or a woman? Ik heb dingen gevraagd. Richard, are you here? How old are you? Richard Miller. Are you Show yourself. Richard.
Richard, oh, misschien moet je voor deze alleen zijn. Succes. Hier is een snelle uitgang, jongens. Yep. Ga je even vragen stellen, dan Richard, word ik zo. Jeffrey, kom je ook naar buiten toe? Want misschien moeten we voor deze alleen zijn. Jeffrey, ik denk dat het spook alleen wil zijn met Danielle. Geen ons geluid, hè? Dat geluid, man. Jezus, ik voel het echt in mijn buik. Oh, sorry. Dat is gewoon een vriendelijke. Nee, wat was een goeie. Dat was een hele goeie. Wat was het? Wil spook alleen zijn? De spook wil mogelijk even alleen zijn met Danielle. Ja. We doen even de deur dicht, gewoon voor de zekerheid. Ervoor. Niet dat ze daarvan schrikt. Ik hoop het wel. Oh. Ik hoor haar praten. Nog wel. Wat een schuw spookje. De spook reageert niet. Nee. Nee, dan kunnen we nog een uur laten praten, maar. Richard Miller, are you a man? Wij hadden hier gecheckt voor vingerafdrukken, toch? Ja, ik heb een heel alles langs gelopen. Nou, ik krijg niks geen respons, helemaal niks. Ik kijk boven in de boeken. Het boek op tafel. Ik wil proberen met de soundbox. Sure. Maar echt geen ene. Sure. Beide boeken super blanco. Are you a man or a woman? How old are you? Where are you? Where are you? How old are you? Hi. How many people have you killed? Can you give us a sign? Oh, dat was een deur. Dat was een van jullie dat. Nee, dat was een deur toen je hem vroeg om een sign. Geen EMF reading? Nee, nog niks. Nog geen EMF reading hier. Where are you? Ik heb hier wel adem. Where are ja. You? Het vriest. Ja. Nee, het is niet. Het is echt niet deze. Mag ik hem eens proberen? De Spirit Box? Schreeuwspook. Ja, tuurlijk. Ligt hier. Op de grond. Nou ja, onder het tafeltje. Wie zou het liggen op deze tafel? Onder de tafel. Mag Richard Miller. Are you here? Oh. Richard. Hello? Are you here, Richard Miller? Nothing detected. Echt, hè? Ik dacht dat het gebeurd zou, maar je niet. Are you naked? Hij is niet naakt. Can you give us a sign? Can you give us a sign? Richard Miller, give us a sign. Nothing detected. Het is hem absoluut niet. Ja, ik wou net zeggen, ik kon echt niks bereiken met dat ding. Ik ben echt overal gewoon rond gaan lopen. Is onze sanity misschien gewoon te hoog? Ik wil het binnenstuk, hè? Nee, te hoog. Te hoog. Oh, te hoog. Ja. Hey. Oh, alle lampen uit. Ja, de breaker ging over. Ik deed alle lampen aan en Richard vond het maar niks. Richard. Geen teams meer, hè? Weet iemand toevallig waar de breaker is? Ik heb geen idee bij deze map. Geen idee. Ik zoek hem even. Nou, ik ben op zoek. We weten nu toch waar Richard is. Richard zit in celblok A. Daar is de breaker niet. Dus zolang we celblok A vermijden, dan zijn we ook veilig voor hauntings. Dat is het mooiste aan deze map. Je kunt, als het geen revenant is, makkelijk weg. Ik ga op zoek naar de breaker. We hebben definitief bewijs nodig, want ik weet niet wie het is. Ah, we weten wel wie het is. Breaker zit op de eerste verdieping in de Warden's Office. Dat
je daarvoor? Ik ga hem even... Ik denk, gebaseerd op het bewijs, dat het een URI is, alleen dat we de ghostwriting op de verkeerde plek hebben neergelegd. Ik ga ook even rondkijken bij celblok B. We zijn er nog niet geweest, maar... Oh, shit, radio stuk. Waar is die bitch? Radio is kapot. Je kunt roepen wat je wil, maar de radio is kapot. Radio is kapot. Nu doet hij het weer. Ik probeer die kamer. Oh. Nu doet hij het weer. Oh, dat is echt fucked, man. Weet je dat tijdens de haunting knippert je zaklamp. Ik hield mijn hart vast. Dat er met z'n. Ik dacht echt, nee, we gaan tijdens de uit. Tijdens de haunting. Klaas, Albrecht. Albrecht. Ah, je bent er nog. Mooi, mooi man. Nee, als hij gaat spoken, ja, dan gaan... Als hij gaat spoken, dan gaat je zaklamp raar doen. Zoals dit. En dan werkt de radio ook niet. Oh-oh. Zijn jullie ook bang nu? Goed om te weten trouwens. Oh, ja, ik hoor mijn hartslag. Mijn flashlight knippert echt als een malle. Oké, okay, let's go. Vaak beter bang. Dat is het enige wat ik heb. Vaak beter bang. Oh shit, hé, dit is niet leuk. Oh, ik heb ook Frozen. Volgens mij is mijn sanity niet zo hoog meer. Paas? Ik hoor... We hebben het overleefd, we hebben het overleefd. Ja. Ik doe de deur even wagenwijd open, dan kunnen we makkelijk uit. Waar zijn jullie? Celblok A, over. Serieus, hier loopt het spook rond de hele tijd. Ik wil een foto daarvan hebben. Oh, ik dacht, joh, ik hoor jullie stemmen. Dus ja, deuren dicht. Volle EMF 5, mooi. Ik hoor hem! EMF 5, we weten wat voor spook het is. Nu kunnen we naar huis. Hij heeft mij, kut. Hij is bij mij, shit. Ik hoor hem. Het kraakt. Ik moet weg hier. Oh, ik kan niet aan. Maak beter bang. Ja, ga maar vast. Ja joh, laat maar alleen. Het is een Phantom. Ik laat je niet alleen. Phantom, we hebben EMF 5. Ik heb hem gezien. Oh, wacht even, Klaas wil nog een foto maken. Ik heb ook een fotocamera klaar. Verdwijnen bij een flits. Oh. Ja, als je een foto neemt van een Phantom, moet je voor de zekerheid even in de journal kijken. Dan worden ze verward. Oh, allemachtig. De zweet staat met blauw op voorhoofd. Yeah. Taking a photo of a phantom will make it temporarily disappear. Neem hem vorige keer Minecraft had je het over? Ja, gezellig. Volgende keer Minecraft. Minecraft is ook best eng. Minecraft rechts achterin zie ik het gezien daar, 100%. Kom, achter mij aan. Zo, het nieuwe is net niet voor. Ja, je ziet... Ik heb het licht uit, voor de zekerheid. Hoe ziet hij eruit? Ja, ik heb de tekening niet aangedaan. Dat was te ver weg. Wat? Ik bedoel mijn zaklamp. Ja, wat denk je? EMF 5 dus, dat is fijn. Miller. Richard Miller. Nee, klopt. Zullen we gewoon hier even wachten bij de tralies? Dan ben je wat veiliger. Ik vermoed dat hij weer naar boven is, maar ik kan het...
Vaak ben je te bang. Echt hè? Ja, oké, okay, Jan Frans, binnen 3, 2, 1, go. Ik volg je op de voet. Draai. Heb je wel een fotocamera? Ja. Nee. Klaas in de aanslag. Ja, ik ga lekker hier staan, anders kom ik toch op het af. Dit is een suicide run, Klaas. Dit is absoluut. Ah. Waarom vind jij dit zo leuk? Ja. Alles. Waarom vind jij? Ja, welke cel is van Richard? Hoor je me in je oor tetteren? Rug op de trap, op de trap, op de trap! Op de trap! Oh! Jerry, Jeffrey is dood. Foto van zijn lichaam van geld. Heb ik. Rip. We gaan, het spook was op de trap. Oh, hij is wild! Hij is wild! Ja, hij is recht! Ik zag hem. Holy shit, nam een foto hier. Holy shit! De Kirby wat een bakker! Zullen even heel lief op Jan Frans wachten hier? Ja. Dat hij niet helemaal alleen terug hoeft. Ik ga met jullie mee. Dus als je een foto neemt van deze, word je verward en dan houd je volgens mij niet op het hunten, maar hij gaat niet achter jou. Oké. Het leek op een soort van zombie. Volgens mij was het een grote slager. Ja. Hallo. Maar hij was een beetje groenachtig. Hallo. Hallo. Rip Jeffrey. Oh. Rip Jeffrey. He shall be missed. Ah. Oh. Ik vind het wel veel leuker om dit te spelen met z'n vieren dan in je eentje. Dus, we gaan naar buiten. We weten dat het een Phantom is. Ik heb een. Ik heb een foto van Jeffrey's lijk. Mooi. Maar die. Oh, gaat hij weer jagen of nee, dat was. Nee, dat deed ik expres. Jongens, we survived! Selfie. So. Hey! Woehoe! Celebration we selfie! Woe! Gaat u nu hunten, hè? Heb ik zo vaak gehad dat je net bij de deur bent. Uh-oh. Ja! Zie? Verdomme, ik zei het! Succes, jongens! Ik heb geen rolletje meer op mijn fotocamera. Dat is makkelijk gezegd en gedaan als je aan de andere kant van de deur staat. Ga even stoppen dan. Oké, okay, we zijn er weer. Welkom terug. Oh, je bent gewoon bij de deur gebleven. Dat ja. Ik bedoel, het spook was niet ver, dus... Of nee, het spook was nou. Ver, dus... Ja, ik wou net zeggen, die deur zat wel even op slot, maar er gebeurde eigenlijk niet zoveel. Ik heb geen foto van de Phantom, dus wel van het lijk van Jeffrey. Nee, van Phantoms kun je geen foto's nemen. Tenzij deze wel telt, even kijken. Ik heb dus ook een foto van Jeffrey die aan zijn keel omhoog hangt. Ah. Scheerde die, hè? That's my fetish. Hij zit op de trap! Ja. En toen ik heb een foto van Dead Body. Even zien. Oh, en ik heb er een van Ghost. Ja, ik zie hem. Oké, okay, dus wat hebben we? Ik heb toch één. Het is een Phantom. Freezing Temperature, Ghost Orb en EMF. Ja. Freezing Temperature, Ghost Orb. We hebben alle objectives. Alle objectives, we gaan door naar de volgende. Hoppa. Nice, let's go! Let's fucking go! Easy. Easy. Easy peasy. Oh, damn. Hallo. Jeffrey. Hey, Jeffrey. Hallo. Hallo. Jeffrey. Hey. Ja. Hoor je mij? Oh, hij is er. Ja. Hey. Hey, willen we een hele korte plas- en rookpauze? Ja, sure. Ik ook heel graag. Ik voeg alles alvast even toe. Oké, ik ga heel even naar het toilet. Ik ben er zo weer. Man. Jongens, alles is toegevoegd. Tot zo. Waarom was ik als enige de pineut?
Omdat je zo mooi naar de trap liep. Ze gaan altijd voor de meest aantrekkelijke persoon. Als Klaas het zegt, zal het zo zijn. Ja. Hey. Ik ben ook even naar de wc of zo. Oké, tot zo. Zo. Zo, jo. Maar ben je Klaas, wanneer ben je weer? Woensdag? Woensdag. Dat zijn je tanden mooi. Woensdag ben ik op kantoor. Ja. Nice. Jij ook? Nee. Nee. Jawel. Nee. Je mist mij. Je moet gewoon ook komen. Ah. Oh, ik wou dat het kon. Nee, tot nu toe gaat het wij, zo goed dat het kan. Ja, maar dat ga je dus woensdag naar kantoor toe. Nee. Ga je hem even stoppen? Wacht even. Ja. Nee, nu komen we er doorheen. Nee. Dit gaat niet helemaal goed. Ja, oh, bijna. Je had hem bijna. Bijna. Nee. Dit? Oh. Nee, oh. Wat ontzettend kut. Ja. Hallo, allemaal. Hallo. Jeffrey was ook nog even in de wc, had ik begrepen. Ja, die is een nieuwe broek aan het aantrekken. Ja, terecht. Brownstone High School dan nu maar. Nee, geen high school alsjeblieft. Ja, Tanglewood Street. Kunnen we een kleinere map doen? Ja. Ja, Tanglewood. Recommended team size 1. Precies, die is net groot genoeg. Ja, dat is dat past perfect voor ons. Ik kan geen items meer toevoegen. Oh jawel, ik kan nog wat candles toevoegen. Even zien. We zijn samen 1, toch? Smudge sticks. Strong flashlight. Ik heb heel veel meuk toegevoegd die me belangrijk leek. Ik voeg gewoon alles toe wat ik heb, elke keer. Goed zo. Want als je het niet gebruikt, dan gaat het gewoon mee weer terug naar huis. Oh! Ja, Frans! Wat goed hè, je bent level 7! Ja! Nice! Ik ben trots op je, ik ben echt Klaas trots is level op 40. Je. Jeffrey is level 2. Woehoe! Dat is een energie. Ik was eerder vandaag nog level 20. Ik heb een beetje gespeeld. Beetje veel. Ben je ook dan met randoms of echt alleen maar mensen die ik ken? Nee, randoms. Op de Phasmophobia Discord heb je een beta branch. En daar zoeken ze dat er mensen zijn. Dan ga je ook een beetje mee. Ja. Werkt ook nog goed ook nog. Met een Australiër en een Amerikaan en een Canadees. Hallo. Hallo. Ben je weer klaar voor? Is de baas weer afdoende? Hallo. Afdoende geleegd. Even kijken. Maar Jan, dat ziet er weer goed uit. Jan, jij liep vertel, achter Jeffrey. Mij, toch? Ik liep achter jou de hele tijd, ja. Ja. En op een gegeven moment zei jij op de trap. Oh nee, jij liep een stukje voor mij. En ja, jij liep richting de trap. Hij kwam vanaf de trap naar mij. Precies. Je hoorde waarschijnlijk dat, hoe heet het? Gedonder in je oren de hele tijd. Ja, toen werd ik terug, maar hij was snel. Klopt, ja. Ja. Ik zag jou opeens stilstaan en je zaklamp laten vallen. Ik denk, hé, wat is dit? En ik zie jou zo de lucht in getrokken worden aan je keel. En ik maakte daar een foto van. Ja, en ik zag in één keer twee zwarte handjes op mijn beeldscherm. Mm-hmm. Cute. Ik hoorde letterlijk vanaf de andere kant van de kamer. De trap! Op de trap! En dat was het enige wat ik hoorde. We kwamen dichterbij en toen was het al gedaan. Heeft iemand geklipt? Ik heb het niet geklipt, maar waarschijnlijk kan Bas het nog wel doen of ik achteraf. Ja, oh, dat zou echt geweldig zijn. Dat is toch weer een mooi kiekje van het album, hè? Ja, ja. Mooie herinnering. Heb je nog items om op de stapel te gooien, Jeffrey? Wat wil je? Ja, wat je maar hebt. Alles wat je hebt, en als je het overleeft, dan krijg je die items terug. Oh nee, ik heb niks. Ik kan wel wat aanschaffen. Nou, dat hoef je niet te doen, hoor. Je hoeft niet geld uit te geven aan bullshit. Maakt me niet uit, hoor, zeg maar. Nee, is goed, joh. Ik kan niks toevoegen. Nou, dan zeg ik dat we klaar voor zijn. Nice, let's go! We gaan naar Tanglewood Street House, kleine map. Ja. Ja. Hopelijk is het een beetje een agressief spook. Die we wel kunnen zien. Hey Klaas, stop eens even met lopen. Mijn beeld blijft lopen.
Mij ook. Hé, hey, waarom ligt hier helemaal niks? Hallo. Ja, oh, ja, het ligt wel. Okay. Have a member. Okay. John Johnson. Welke de soundbox? Oh, Long Johnson. Kijk op de soundbox. Johnson. Ik neem een grote zakman mee. Zal ik de videocamera meenemen? Neem maar een videocamera mee voor als we de kamer vinden. Ik neem... Ik heb videocamera zakman. Thermometer mee. Oké, ik heb een temperatuurmeter en een soundbox. Hebben we smudge sticks? Ja, we hebben smudge sticks. Ja. Top. Ik neem ook een smudge mee. Ik heb een kruiscamera. Oh nee, smudge heb je niks aan, tenzij je ook een aansteker meeneemt natuurlijk. Ja, die ligt hier links onderin. Ja, maar ik heb mijn inventory al vol, joh. Ik wil een zaklamp en ik wil de thermometer. Ja, dus, nou, ik geef even temperaturen, jongens. De thermometer doet het niet. Oh jawel, hij doet wat. Mensen, welkom in Tanglewood. We gaan een stukje rondlopen. Hallo, John Johnson. Are you here? Oeh, het is koud in de bakken. Maar niet te koud. Niet te koud. Are you here? Wie er is geen freezing temperatures, kill. Maar... Daar is Conrad. Ik pak ook even de autosleutel. John, can you kill someone? Wat? We hebben geen Luigi board. Een Luigi board. John Johnson, can you turn on the TV? Luigi, where are you? John Johnson. Oeh, raak je. Where did you hide Luigi? John Johnson, Luigi. Are you in the kitchen? Er is hier geen Ouija board. Nope. John Johnson, why you need a car? Oh, Long Johnson. John Johnson. How's it going, mate? How are you doing? Ik denk dat hij in de badkamer zit in de, bij de voordeur. Dat was net 11 graden. Denk ik. Ik heb de kastdeurtjes opengezet trouwens. Ja, hier is hij. Gaat... Hier is hij. Ja. Oh ja. In de badkamer bij de voorkant. Ja. Dat is niet freezing, maar niet lang meer. Nee, het is niet freezing in ieder geval. Ik breng de thermometer terug. Crucifix tijd. Oh, gewoon droppen. Precies. Ik heb het trouwens bij mijn badkamer. Ja. Goed zo. Ik zet daar videocamera op. Ik ga videocamera opzetten in de badkamer. Dankjewel. Hij reageert niet op de sound. Niks. Crucifix in de badkamer. Oh ja, freezing temperatures hebben. Wie heeft de reader? Ga ik nu ophalen, klaar. Ah, top. Waarschijnlijk, misschien moet je alleen zijn. Ik heb een camera opgezet in de badkamer. Ik ga even kijken naar Ghost Orbs. Willen jullie de badkamer verlaten en het licht even uitdoen? En de deur dicht? Ja, die camera niet. Wil iemand de badkamerdeur even dicht doen? Ja, ga ik. Linkermuisklik, gewoon trekken. Ja, ik zie hem nu bewegen. Als je op de deurklink klikt, linkermuisklik ingedrukt houden. Oké, dankjewel. En dan lopen. Ja. Ik zie geen ghost orbs. In the sound of music. Ik heb een sound sensor opgehangen. Daarmee moeten we hem kunnen zien. Ah, dit is zo. Is het handig om een boek mee te nemen? Ja, die ligt erop. Oké, sorry.
UV is wel handig. Ik ga smudgen. Ja, ik ga met de UV-lamp kijken. Oh, Long Johnson. We hebben vingerafdrukken. Ik heb meting in de badkamer. Deze twee lampjes. Oké, valt mee. Ik ben hier aan het smutchen, kijken of er wat gebeurt. Hier in de gang Jan. In de gang twee lampjes. Oké. Doe de badkamer er dicht. Smutchsticks gedaan. Even voor mij info, wat hebben we tot nu toe, jongens? We hebben freezing temperatures en fingerprints. Ja? Oké. Ja, was het freezing? Ja. Ik ga dit blauwe ding met het knopje erop ga ik ophangen. Wat doet dat ding met dit rode lampje erop, die aan de muur hangt? Geen idee. Klaas, ik hoor je niet. Mij hoor je wel. Het is een motion sensor, als iemand doorheen loopt, ga ik... Ja, nou ja. Is de spoken doorheen gelopen. Ik zag het spoken doorheen lopen, ja. Ik ga een fotocamera pakken, want ik wil dit moment op Kodak vastleggen. Hadden we al een boek? Er ligt al een boek, als het goed is. Hallo. Als u 5 is, is het interessant. Can you close the door? Oké. Okay. Het is handig om hier zout neer te leggen, want misschien is de spook die niet van zout houdt. Nou, haal jij het op? Haal jij zout, Klaas? Yes. Ik heb nu ook freezing in de hal. Oeh, misschien is het een halspook. Het spook verplaatst blijkbaar. Show yourself. Show yourself. Manifest thyself. Haunt me, daddy. Show me your cute smile. Haunt me, daddy. Televisie. Shit, dat had een foto moeten maken. Wat sta jij hier zo in de deuropening? Jij bent echt zo'n stille genieter, hè? Gewoon zo achter die deur. Televisie blijft aangaan. Show yourself. Show yourself. Jeffrey, wil je deze afstandsbediening even vasthouden? Anders denken mensen telkens dat ik de tv aandoe. Ah, jongen. Show yourself. Ah, oh, klootzak. Show yourself. Die foto op. Show yourself. Oh, give us a sign. 100%. Dat mag. Give us a sign. Ik zag een rare schaduw op de foto. Nee, dit is serieus trouwens. Oh, daar gaat het licht give aan us daar. Give us a sign. Waar? Ging het licht aan daar, in de andere onweer? Kamer. Onweer? Are you sure? Give us a sign.
John Johnson, turn on the light. Wat zoeken we nog? Wat voor aanwezigheid zoeken we nog? We zoeken een Banshee of a Wraith in ieder geval. Can you give us a sign? Can you give us a sign? Waar ik je auto run aan kon zetten. Want ik vind gewoon rennen en rennen, dat maakt geen meting, verschil. Meting 5, meting 5. Oh, meting 5, okay. Lekker. We weten genoeg. Meting 5, EMF, we weten genoeg. Banshees zijn fantastisch, want die targeten één persoon, maar ik niet uit wat je sanity is. Meting 5 in de badkamer, Jan. Nou, dan de cellen. Wij zijn in principe klaar. Een perfecte ghost voor de crucifix. Allemaal een beetje rondlopen in huis dus. Ja, yeah, pretty much. Yep, Benji. Ik ga even de crucifix opzetten. Er is door zout gelopen. Ik herhaal, er is door zout gelopen. Ja, ik bleef hier gewoon lekker in de woonkamer rondrennen. Crucifix doet dat werk wel. Ja, doe je lampjes ook maar even uit. Dan gaat je sanity wat sneller naar beneden. Oh. Thanks for the tip. Dus als deze ghost gaat handelen, dan is één persoon de Sjaak. Heeft 25%. Ja, ik herhaal wie dat is. Ik denk jij. Ik denk dat jij dat goed gedacht hebt. Give us a sign. Het kan ook echt wel eens een holy ghost zijn, hoor. Ja, maar we hebben al bonus objectives. We weten inderdaad alles. Ik zit in de kast. Doei. Ik kom vaak in de keuken, jammer dat we geen Luigi board hebben. Ja, dan konden we Mario roepen. Oh. Wat voor je temperatures? En een fles uit even. Waar zo? Ja, het is misschien toch echt wel in de gang in plaats van ergens anders. Ja. Waar waren de freezing temperatures? Daar hebben we. Ja, 5 nog steeds. Ja, show yourself. 5. Show yourself. Echt in de badkamer, jongens. Deuropening, ik krijg hem tegen. Ja, in de badkamer nog. 100. Ik breng een teddybeer naar de badkamer. Zo deze ghost eruit. Hoe heet het spook? John Johnson. John Johnson. John Johnson, are you here? Kan wel eens een halspook zijn inderdaad in plaats van een badkamerspook. Alhoewel de EMF is daar telkens heel hoog. Ja, 5 nog steeds. John Johnson. Heeft iemand al een foto genomen van Dirty Water? Nee, nog niet. Waar is dat? De keuken? Waar is Dirty Water? Nee, niet gevonden. Hij heeft het fik niet aangezet. Danielle, kun jij even naar de bus komen als je... Jeffrey, hoe is het, jongen? Ja. Hij is zo stil. Geen meting in de badkamer. Danielle, kun je even naar de bus komen? 5 in de gang. Meting 5 in de gang. Jouw kennis ligt nog wel open. 5. Oké, we hebben de crucifix objective. Oké, het is dus al gelukt. We gaan. Ja, ik blijf graag helpen.
Yep. Nou, we gaan. Heeft iedereen het dagboek ingevuld? Yes, sir. Yeah. Nou, Benji. Let's go. Ja, Benji. Let's go. Let's go. Die headmount camera's zijn wel echt fijn trouwens. Ja, dat is echt ideaal ook om mee te kijken. Nou, daar zijn we weer. Het is al veel, veel minder eng natuurlijk. De Ghost was een Banshee. Dat jij als enige spook bent. Oké. Oh, Asylum is open. Oeh, Asylum. Welke difficulty? Amateur. Dan hebben we 5 minuten om veilig het spook te vinden. Ja. We gaan naar het gesticht. Zoveel mogelijk equipment toevoegen. Ja, we gaan naar het gesticht, jongens. Ik neem sowieso sanity pills mee, jongens. Hey, dat zijn fantastische locaties. Ik heb nog geen sanity pills hoeven gebruiken. Dat is gewoon om bezocht te worden. Oh ja, het zakt weer heel langzaam inderdaad, ja. Ik ben ready. Ready, ik ook. Hebben we alles? Wie wil graag temperaturen? Wie wil graag de camera in de gaten houden? Het is misschien wel fijn als we één iemand hebben die in de bus is. Dat iedereen zo'n camera op zijn kop doet. Oh, dat diegene dan kan kijken naar... Ik blijf wel in de bus. Ja, blijf jij in de bus? Jij hebt het hoogste level, kom op! Ja, ik heb ook het meeste spul. Doen we allemaal zo'n hoofdcamera op en dan gaan we gewoon lekker rondlopen. Dan kan Klaas naar de Ghost Orbs kijken. Maar die zie je volgens mij niet met licht aan, of wel? Nee, eigenlijk. Maar niet. Dat weet Klaas wel straks. Oké, ik ben in de bus. Oké. Okay. Ik doe een hoofdcamera op. Vergeet die niet, Jeffrey. Die kun je hier pakken. Waar, Jan? Sorry. Hier aan de muur, ja. Hoofdcamera. Ik pak een grote zaklamp. Oké, ik pak een zaklamp. Ik pak de infrarood. Ik pak een temperatuur, ja? En ik pak een camera mee. Oké, goed. Een camera die we kunnen opzetten. Nou, camera is niet echt nodig, hè? Dit is een... Oh, we hebben een motion sensor nodig, jongens. Staat mijn hoofdcamera staat automatisch aan, trouwens. Ja, hier hebben we mee. Ja, we hebben automatisch aan. Smitsticks hebben we als klopt ook. Uit. Ja. We hebben alles. Oké. Zo in twee groepen op spitsen. Eén links, één rechts. Oh, it only responds to people that are alone. Haha, lachen. Hey, ik doe eventjes de volgorde van mijn items even anders, want het is een kut switchje zo. Even kijken, eerst de zaklamp, dan die. Ja. Ah, pak ik ga even naar huis heen. Boeien. Hallo. Hallo. Hoe heet ons spook? Even kijken, ons spook heet George Harris. Wie gaan links, wie gaan rechts? Even jongens, team rechts? Ik ga wel links. Oké, Jeffrey, ga jij met Klaas mee? George Harris, are you here? Klaas, waar is hij? Oh, ik ben George links gegaan. Harris, ik kom hier zo een keertje tegen, joh. Nog een detected, oké. George Harris, are you living here? George Harris, are you a man? George Harris, close the door. George hier is een kelder. Zullen we de kelder bekijken? Sign. Oh, yeah, let's go. Ik loop hier gewoon echt moederziel alleen, hè, by the way. Zoek Klaas. Hallo, ik zie je lamp op. George Harris, can you give us a sign? Oh, ik heb de breaker gevonden. George Harris. Ik heb de breaker al gevonden. Oh, hey. George Harris, are you here? Lift? Nee, niet met lift. George Harris. George Harris. Wij zijn in de kelder, hebben geen nog niks gevonden. Nee. Geen fingerprints, nee. George Harris, hier zijn wel sinks. De locker room? Nee, hier ook niet. Oh, hier heb ik gekeken.
Zullen we lichten aandoen waar we geweest zijn en de deur open laten? Ja. Oké, okay, dan doe ik deze kamer alvast. George Harris, give us a sign. Dames toilet. Dat vind ik dit. Oh, hier is een deur in het dames toilet, dat is raar. Oh ja, maar ik ben boven links bijna klaar. Oh. Are you here? Wij zijn in de kelder, ik heb nog niks gevonden of gezien. Hij kan ook de EMF. Als tip kun je ook vragen, give us a sign. Dan hoor je misschien een geluid om je heen, dat is echt mee goed. Dat hebben we meerdere keer gedaan, maar nog geen. George Harris, give us a sign. Ik heb nu maar de EMF erbij gepakt. Heel fijn. Is de locker room voor de mannen? Beter met de groep. Licht doet het hier niet. De lamp uit in de gang, Jan, bij jou. Over zit er nog een deur? Oh, Jeffrey is hier. Jeffrey is hier in de kelder. Ja, ik was hierheen kwijt, dus ik ga toch iemand zoeken. Klaas, weet jij waar de breaker is? Ja, ik ben in de buurt bij de breaker. Is hij door? Hij is door. Ik kon Klaas niet vinden, dus... Ik geef in mijn broek alleen. Ja, dat snap ik. Moet je niet doen, hè? Oh. Ja, dat moet niet gaan, ik in dit gebouw? Oké, okay, ja, breaker staat weer. Ik denk, ik ga terug. Dankjewel. Nou, de switch werkt. Aan de temperatuur. Ik ga de rechterkant van de bak. Klaas, moet ik naar jou toe komen of red je hier? Ja, oh, ik heb er wel, joh. Kom op. Hard lachen als hij dit. Hier ook niks in de opslag, hoor. Nee, ik laat niemand in de steek. Ik ga richting Klaas. Oh, wat een held. Doe hem de groeten. Ja, en ik vertrouw. Ik zie er wel bij de hoofdingang. Daar wacht ik wel even. Ja, top. Als je dat wilt doen, ik... Making my way downtown. Walking fast. Niks in de kelder. Dus we gaan weer weg. Kelder is safe. Kelder is jongens, safe. Ik hoor boven hoor ik stromend water. Dus dat is goed nieuws. Jongens, kom ik maar ben aan. Toen hebben we Jeffrey weer gevonden. Ik denk dat hij boven zit, jongens. Jeffrey, volg ons. Okay. Ja, heel graag. Heel graag. Vrijwillig. Ja, ik ben niet zo moeilijk, joh. Hier is een lift en een trap. Hey. Onthouden jullie die weg hier? Ik heb geen idee. Wij onthouden de weg niet. Ik hoor jullie, jullie zijn in de buurt. Ja, ik zie Klaas, ik zie een zakman. Ik ga even kijken met de infrarood. Hoor je het stromend water? Hoor je het stromend water? Ja, ja. Ik loop even zonder zaklamp voor de infrarood. Hier rechts. Ik heb EMF, maar nog niet echt de iets op te doen. Het was hok, hier is het niet. Hier is een deur open, hier is een deur open. Ja, het vriest hier. Het vriest hier, freezing temperatures. Are you here? Where are you? Ja, mijn neef. Oké, okay, heeft iemand de foto? Where are you? Where are you? Can you hear us? Are you a man or a woman? Are you a man or a woman? Are you a man? Heeft iemand voor jullie de fotocamera? Het is alleen, het regent als je alleen bent. Nee, hè? Over. Oké, we hebben spirit box. We hebben spirit box. Spirit box en freezing. Freezing en spirit box. Waar is die hoofdingang? Die is hier. Oh. Jullie lopen allemaal achter de baan volgens mij. Mis nog één persoon. Nee. Ja, ik dat ben ik. Ik weet niet waar Jan Frans is, maar die... Ik kom al. Ik ga Jan. Ik ben hier. Oh, kijk, daar is die al. Oké, laten we eerst deze op. Okay. Eerst even onze bevindingen noteren. Het spook zit dus in de rechtervleugel boven. En ik ga even een fotocamera meenemen om te kijken naar de... dinges. Hoe staat onze Kennedy? Ik 95, wat heb ik gedaan? Ik heb geen vingerafdrukken gevonden. Ik ga het boek er even neerleggen. Wat de freezing temperatures?
het in de vleugel of in de kamer? Absoluut. Waar is het in de waar is het specifiek? Is het in de wc zelf of is het op de... Foto van Dirty Water hebben ze. Kijkt iemand op de camera voor Spirit Orbs? Moet de zaklamp nog wel in. Ik kom terug. Zo, ik ben weer terug. Als het geen Spirit Orbs heeft, maar wel freezing, dan... Heeft iemand een EMF reading gedaan? Ja, maar ik kwam helemaal niks tegen. Ook niet hoog genoeg. Ik heb ook geen vingerafdruk gevonden. Niks. Ik neem een crucifix mee. En zout. Dat heb je al. Oké. Okay. Nou ja, dan heb ik niks beters. Dan doe ik de switch sticks wel, dan worden demons lekker boos van. Ik neem geen zaklap mee, als iemand even bij kan schijnen. Ja. Ik loop met je mee, Klaas. Zonder zaklap is echt kut, maar ja, dan kun je tenminste twee smidsticks meenemen. Kun je zo voldoende zien, Klaas? Jawel. Danielle, is de achievement geluk voor Smudge? Hier een kruis neer? Oh, hij is hier hoor. Ja, hij is hier. Danielle, is dat goed? Leg maar een kruis neer in de badkamer, want alleen daar zie ik jullie adem bevriezen, hier in de hal niet. Nee. Danielle, hallo, ik ben. Ik gooi ook een kruis neer. Geen writing nog. Jongens, wacht even. Danielle, als je die op beter hebt, horen we jou. Klaas, wacht even, Klaas, moment. Confirm. Ik ben er al, ik ben op. Oké, ik heb hem met de smudge. De smudge sticks. Ik ben achter jou, Jan. Hallo, ben ik weer zonder zaklamp. Even de camera en de deur open inzetten, dan kunnen we die bekijken. De camera staat op de tripod in de deuropening. Van het toilet. Dit staat nog aan? Nee, dat is een hoofdkant. Dat is hem. Dat hebben we. De motion sensor is op de verkeerde plek. Die zit aan de buitenkant van de muur. Die moet nog aan de binnenkant zometeen. Met Klaas mee. Even, ik zie geen orbs. Ja. Ik zie geen orbs, maar we kunnen inderdaad de motion sensor het best boven het urinoir hangen. Dan kunnen we hem ook op de camera zien. Kunnen we er nog eentje mee? Oh, ja, Jeffrey, wat vind je ervan? Ja, neem jij foto's dan mee, Daniel? Weet je? Ik neem ook even een foto van het scherm als er iets gebeurt. Ik weet niet waarom ik dat zou doen, maar... Zijn er nog dingen die we willen testen? Ja, ik zou net zeggen. Boeken liggen zout, wel. Je kan zout. Ja, gewoon even het zout neergooien in die toilet. In het begin doen? Ja. Wat zal ik de camera in de gaten houden? Gewoon voor het geval dat? Of wil jij dat doen? Is prima. Ik ga naar het toilet nu. Als ik weet waar dat is. Het is in de rechtervleugel op de begaande grond. Ja, ik weet het. Hoor je die deur?
Kom op, Danielle. Kom op, we kunnen dit. We kunnen dit. Hij speelt met de deur. Ik ga zout gooien voor de deur. Hey, motion sense hangt aan het winnen. Ik hoor aan deze kant moep, 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 moep. Hallo, er komt iemand. Zo, ligt in de badkamer nog geen... Ja, we hebben motion sensors ook gelukt. Ja. En nu alleen nog ghost event. Nou, die is niet zo lastig. Is iemand al met UV geweest? Anders ga ik weer even kijken. Ik ben wel met UV geweest, maar ik kon niks vinden. Maar je kan even een second take doen. Sure, ik kan wat meer meenemen. Oh, kaarsje. Is altijd leuk. Kijken of ze die uitblazen. Oké, ik neem ook een UV-licht mee voor de zekerheid. Hij zit de hele tijd aan de deuren, dus dat moeten we dan wel zien. Jongens, ik heb een kaarsje voor jullie meegenomen. Ik denk dat hij gaat schrijven als wij hier weg zijn. Nee, als we hier buiten de deur zijn, is goed genoeg. Moet de deur dan niet dicht zijn? Nee. Is dat jouw goed? Goed zo, word ik dan. Oh, hier. Even rondkijken. En ik ga wel alleen naar binnen, jongens. Ja, we hebben vingerafdruk. We hebben een vingerafdruk. Waar dan? Op de deur, ja. Kan je een foto nemen van de vingerafdruk, Daniel? Kan ik? Ja, dat kan ik. Oh, Klaas, wil je erbij schijnen? Dan maak ik een foto. Ik heb niet de deur licht aan. Oh, daar is je ik heb een foto. Ik heb een foto van het beest. Ja, wat een schatje. Oké, wil iemand infrarood op de deur doen aan de binnenkant? Dan maak ik een foto, dan gaan we weg. Is al gebeurd. Is al. Oh, oké. Ik heb een foto van het spook. Top, die deur ging ineens dicht. Ik stond er opeens binnen, alleen met een spook. Wat een feest. Nee, ik stond achter jou, Jan. Oh, stond je achter mij? Okay. Ja, ik wou dat zeggen. Ja. Iedereen stond binnen. Ik heb gewoon een foto van het spook. Ik kwam jou bijschrijven als je... Ah, heerlijk. Het is een rave. Lekker gespeeld, jongen. Even kijken, ghost type, wraith, want we hadden fingerprints, ja. Oké, wacht even. We zien fingerprints en wat hadden we nog meer? Freezing. Met spirit box en freezing temperatures. Oké, ik heb alles. Selfie for on the road. Super tof. Is het een wraith? Ja, het is een raid. Nou, we hebben ook al achievements. We nice. Hebben fingerprints, spirit box en freezing temperature. Tof. Nou, we gaan. Ik zeg let's go. Iedereen alles ingevuld? Yep. Ja. Let's go. Even dat bevestigen voordat we de volgende keer de knop drukken misschien. Nou, daar zijn we weer. Ja, lekker wat geld. Hem. Lekker hoor. Bone evidence. Nou, volgende keer misschien de moeite waard om eventjes voordat we op de knop drukken in de truck even bevestigen dat iedereen het heeft opgeschreven in het dagboek. Ja, het is gewoon een kwestie van we invullen en dat is genoeg hè Jan? Invullen, ja, ja. Inderdaad. Ja. Ik pak even wat drinken, twee seconden. Yes. Sure. Steek even de peuk op. Ga ik even kijken wat voor jobs er zijn allemaal. Ik ben vergeten om in de bus te blijven. Ha! Ja, geeft niks. Te enthousiast. Het waren toch geen spirit orbs. We hebben de farmhouse, we hebben een street house in Edgefield. We hebben nog een keer de asylum of een prison. Ik vind de farmhouse altijd wel lekker eng. Ik ook. Jongen, ik speel tot de maximaal 10:30. Ja, ik... Tot max 10. Dat is goed, jongen. Dan. Morgen 5:30 weer dus.
Ja, ik stel voor dat we nog even 1 of 2 rondes doen, afhankelijk van hoe snel deze gaat. En dan taai ik hem ook af richting 10 uur. Hoe kan het dat bij mij bij toevoegen nog helemaal niks staat? Alles nul. Oh, dan heb je nog niks gekocht. Of alles wat je hebt gekocht staat al in de lijst. Nee, dat vroeg. Ik heb $335 nu. Nou, dan kun je wat dingen kopen als je wilt. Ik heb een bijknopje. Ja, wat is wijsheid? Ik zou sowieso sterke zaklampen kopen. Misschien een stuk of 2, 3. Want die zijn echt zoveel beter dan de gewone zaklamp. Ik heb er 3 gekocht, nu sterke zaklampen. Top. Nou, misschien is het dan nog leuk om een... toevoegen hoeft niet hoor, we hebben al genoeg voor iedereen. Kan niet, nee. Ja, zie je. Wat ook handig is, dat zijn die standaarden voor de microfoon. Voor de camera bedoel ik, die heten hier tripod. Ik weet niet hoe dat... statief zal het in het Nederlands heten, denk ik. Nee, ik ga hem ook weer op Engels zetten binnen. Ja, het is handig als iedereen het op hetzelfde heeft. Ja, dit werkt niet. Volgens mij kan ik nou niet terug naar opties. Nee, nee je kunt hier niet terug naar opties. Laat het alleen het spel verlaten. Kijk weer op Engels. Ja, best jongen. Nou, we hebben volgens mij alles wat we nodig hebben, dus... We zijn ready, ik ga starten. Let's go! Let's go! Waar gingen we heen? Farmhouse. Gaan we het al? Nou, plan de campagne. Ja, gaan we het doen? Bas, ben je nog in onze chat? Spookt Bas nog rond? Oh, goed zo. Ja, kleinere map, hè. Hallo. Ik neem mee een temperatuurmeter. En een camera. Oh, is handig om een crucifix mee te nemen, of niet? Ja, zeker. Ja, doen we later. Oh, ik hoor ja zeker en doen we later. Ja, we hebben 5 minuten voor die pas gehunten, dus we hebben het wel. Ja, true. Get a ghost to walk through salt. Zout moeten we ook hebben, dus. En AMF reader. It's ready on the desk for you. Fun to everyone. Helen Brown. Ik heb AMF zout in zaklamp. Wie heeft de sleutel? Wie? Wie gaat er mee naar de console? Doei. Ja, klaar. Ik heb zo'n hekel aan dit huis. Danielle, wij doen de onderverdieping. Ja, let's go. Ik heb de temperatuur, je hebt de EMF, mooi. Ik heb de meter aan staan. Hallo? Als je trouwens het potje vindt, eerst foto nemen, dan oppakken. Extra geld. Jij gaat gelijk weer naar buiten, je hebt er genoeg van. Ja, nee, ik vond het mooi. Mooi geweest, ja. Terecht. Dit was een sign. Deuk is vaak een probleem. Can you give us a sign? Ik loop met je mee de keuken in. Het is hier wel iets kouder, maar niet heel veel kouder. Oh, het wordt te warm. Wat kamer? Nee, geen dirty water. Oh. Oh, die gaat ook naar buiten. Oké, okay, ja. De breker is op zolder altijd. Neem maar naar buiten, wat is het? Ja, ja heel veel. Volgens heel mij veel is exit. Helen niet boven. Nee. Can you give us a sign? Helen? Even de kamer bij langs, want het kan zo zijn dat het langs is. Helen? Ik meet hier geen temperatuurverschillen. Nee, ik toch even naar boven. Oh, ja, gevonden. Hier in de bovenste slaapkamer. Are you here? Ja, oh, oh. Spirit box. Ja, ja. Spirit box. Ik geef een crucifix of 2 op. Ik heb een het vriest hier niet. Ik heb
geen meting. Spirit box, check. Wat staat aan? Lage temperatuur, maar het vriest hier niet. Oké, okay, ik leg de thermometer hier neer. Dan weten we dat dit de kamer is. Ik heb ook de camera, die zet ik hier even op. Oh, ik heb geen tripod meegenomen, vet stom. Ik zet de camera hier neer op de kist. In de hoop dat we iets kunnen vinden. Fireball. Oké, ik ga weer terug naar de bus. Ik heb twee camera's. Kijk. Nice. Hij is voorzien. Ik ga even naar de bus. Ik weet helemaal niks van de EMF. Geen freezing temperatures. Nou, zullen we kijken wat we gaan meenemen? Fotocamera is misschien wel leuk. Crucifix mee. Zout mee. Fotocamera doen we straks. Crucifix gooi ik dan neer. Ik ga de kamer voorzien van zout en een crucifix. De kamer is voorzien van crucifix en zout. Ik loop weer terug. Wij zijn ik op breng even een pompje. Helemaal niks. Ik heb nog geen botje gevonden ofzo. Jullie... Geen bot. Check. Wat nemen we eens mee? Deze kan leuk zijn, ghostwriting boek neem ik mee. Heeft iemand een fotocamera? Close the door. Okay, close the door. Can you close the door? Can you turn on the light? Helen! Can you turn Hello? On the light, Helen? Come on. Hoor je dat lopen? Naar jullie. Oh. Voetstappen, we hebben voetstappen. Easy, hier loopt ze op de grond. Oh ja. Volg je? Heeft iemand een fotocamera? Ik ga er... Oh, we hadden nog een eentje. Hey, we hebben voetstappen. Nice. Footsteps zijn weer weg. Dit zijn geen fingerprints, jongens. Dit zijn geen fingerprints, hè? Nee, klopt. Can you turn off the light? Can you turn off the light? Ik loop achter je aan, Daniela. Ik hoor iemand. Neem een fotocamera mee. Ja, dat is... Fotocamera, ja, de sound. Hallo. Ik ga even een infrarood zaklamp daar neerleggen en hopen dat ik een foto kan maken van de voetstappen. Oh, we hebben ook een EMF-reading nodig. Heeft iemand een EMF-reader? Ja, heb ik. Die moet er weer afgaan. Yes. Ik ben boven, met de meter aan. Helen, give me a hug. Helen, show yourself. Manifest thyself. Helen, can you give us a sign? Oh, oh, yeah, 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 hier, foto. Ja, 5, 5, 5. Oh.
Oh, wat een schatje. Ik zag haar. Ik zag haar in mijn gezicht. Ja, weet ik wat? Nee, ja, weet ik wat. Ik heb ook een foto, denk ik. Ja, we hebben een ghostfoto. Ook één, hè? Ja, die hebben net, je hoorde net afgaan. Ja, vijf. Hoi, Ellen. Ellen, hoi. Horen jullie mij net niet meer dan, of wel? Ik hoor je in de tijd voor. Heb je een ghostfoto dan? Yep, we hebben een ghostfoto. Hebben we, wat hebben we nog niet? We hebben EMF-5. Ja, we hebben ook zo'n zo spirit-box. Spirit-box, EMF-5. Alleen voetstappen. Dat zijn geen fingerprints. Oh, we hebben ghost orbs, we hebben ghost orbs. Jongens, we hebben ghost orbs. Het is een geest, het is een genie. Nou, We zijn weer klaar. Lekker. Ja, we zijn wel weer klaar. Wat een topteam dit, hè? Heeft iedereen alles ingevuld? Echt, hè? Yes. Yes. Bijna. Wat is het voor een... Gin. En tonic. Spirit Box, EMF5 en Ghost Orb. Heel irritant uit Nederland. Hey. Geestendoos, EMF5 en geestenschrift. Geestendoos, nee, EMF5 en Ghost Orbs. Spook... Lichtbollen. Ja, bollen. Lichtballetjes. Heb ik, ja, heb ik een gin. Goed. Gin. Oké, okay, top. We gaan. Ja. Iedereen ingevuld? 3, 2, 1. Yes. Yes. Je hoeft trouwens alleen maar gin op te geven, niet evidence. Oké. Okay. Nou, kijk aan. Nice. Weer 20 nice. Voor foto's. We hebben de high school nog niet gedaan. Ik zeg dat we daarmee een mooie afsluiter hebben. Oké, okay, sure. Wauw. Ik gooi zoveel mogelijk items in de bol ding. Zo. Ja, ik doe met je mee. Ik zag haar echt net in mijn gezicht. Zag ik haar lopen en ze liep op me af. En ze zei zo... En toen liep ze weer weg. Ja, ik hoorde dat dus. Ik dacht echt, er is iemand die doodgaat nu. Ik dacht ook, ik ga dood. Maar iemand scheen licht op haar. En blijkbaar ging ze daarvan weg. Top. Nou, ik ben ready. High school. Kut, man. High school, jawel. Die heeft zoveel kamers. Dat is echt niet normaal. Ja. We gaan. Don't stay in. Ghosts have been known to stalk their victim. Oh, ik jongens, lekker snel. Ja, dat gaat lekker. Mooi. We hebben te maken met. We hebben te maken met Mark Miller. Mark Miller, we hebben een foto nodig: zout en een EMF reader als optioneel. Oh, hetzelfde als vorige keer. En temperatuur. Ik neem mee een zaklamp. Ik neem mee een... iedereen heeft een thermometer al. Ik neem wel de EMF mee. En ik neem en ik wel... Pak nog even zout. Ja, pak jij maar zout. Ik pak nog een infraroodcamera mee voor de zekerheid. Zullen we in twee opsplitsen? Twee temperatuurmeters dus? Ja. Team links en team rechts. We hebben er nu drie. Wacht even. Ik volg Jeffrey wel dit keer. Zullen we team boven... Oh, goed. Beneden of boven beneden? Moeten we laten we eerst rechts om links doen en dan naar boven. Oké. Okay. Allemaal hoofdcamera op. Ja, hoofdcamera kun je gewoon gratis meenemen, dus waarom niet? Oké, okay, ik heb EMF in het boek. Ik heb de EMF reader en ik heb de infraroodcamera. Ik heb zout en de temperatuur. What are you wearing? Jeffrey, je hebt de temperatuur, hè? Jawel. Dan gaan wij rechts en dan gaat het andere thermometer gaat links. Oké, okay, ik heb EMF. Yes, wij gaan links. Oké. Okay. Ik heb ook een spearbox. Oh, ik heb geen zaklamp, sorry. Ik heb geen zaklamp en een spearbox. Jeffrey, jij volgt mij? Ja, absoluut. Laat me weten als het ergens koud is.
Wil je eerst de gymzaal proberen? Hier, Ja. Goed voor de sanity. Zodra het koud wordt, geef ik een sein. Ja. Onder de 10 is voldoende, onder 0 is beter. Hier is het niet. Voor wachtluiden. Hier is een klaslokaal. Een bibliotheek. Ik hoor geluiden uit de gymzaal, 100%. Ja? Give us a sign. Gaan we in de gymzaal naar achter? Gaan we linksaf? Ah, dat, nee, dat is niet zo. We kunnen het beter op dan daar niet zitten. Ja, ik hoor je ook geluiden, ja. Ik hoor gekraak. Ja, ik hoorde net heel heftig toen we eruit gingen. Hier achterin rechts, dat is een deur. Oké, okay, ik heb de EMF reader aan. Hier is een groot klaslokaal. Ik ben er al voorbij. Oh ja, geeft niks. Hebben we het even checken daar? Ja, even temperaturen. We moeten alle kamers sowieso even temperaturen. Hey, normaal. Oké. Okay. Hier is een, ook een klaslokaal. Licht even aan. Geen vingerafdrukken. Nee. Iets kouder, maar 13 of niet. Nee, dat is niet onder de 10. Licht aan. Okay. Hier is nog een deur. Dit, ook voor jou natuurlijk. Weer terug in de hal. Hier is een exit. Ik doe de exit even open. Waar ben jij, Jan? Ik ben hier. Volg het geluid van mijn stem. Geen EMF. Geen paranormale activiteit hier. Ik hoor hem dus in de verte, hoor ik hem. Dit raam is kapot. Oh, hier is nog een deur. Geen EMF reading. Lichtknopje is hier ook ontbrekend. Ik snap niet hoe mensen dit een functionele school noemen. Goed. Volgens mij ging daar een licht uit, maar niet hier. Het licht in de hal ging uit. Kom maar even aan. Zullen wij, wij gaan denk ik naar boven toe, wij zijn hier al klaar beneden. Is goed, we maken ons rondje even af. Oh, ik hoorde hier een deur beneden, jongens. Leuk. Niks in de badkamer. Temperatuur? Ja, maar hier staat toch een deur die je wil. Ik ben nog niet dood gegaan vanavond. Even afkloppen. Hallo? Oh, licht aan doen, joh. Dus dan de breker is breaker. Opgeslagen. Te veel licht aan. Hier is nog een hol. Kan ook. Check even alle deuren, want het kan echt elk klaslokaal zijn namelijk. Is dat koud? Probeer ik nog deze laatste bij de uitgang hier. Hallo? Geen last van temperatuur hier. Ook niet, hè? Nee, is goed. Nou, dan gaan we boven verder spoken. Gezellig. Oh, we hebben hier nog een kluisjeskamer. Allemaal uitgesloten dit? Ja, als de temperatuur niet dropt, dan is het niks. Ga naar boven. Ja. Oh, we hebben hier nog een open deur trouwens. Of een gesloten deur. Ik heb hem gevonden denk ik. Ja, de freezing temperatures. Freezing temperatures, oké. Okay, dus de thermometer is niet meer nodig. Wat heb je nog meer mee, Jeffrey? Oud. Wat
zeg je? Zout. Oh, zout, ja. Volg het geluid van hun stem. Klaas, Danielle, waar zijn jullie? Wij zijn boven links, halverwege ongeveer. Er ligt een spiritbox voor de deur. Wij gaan meer spullen ophalen, want alles is hier klaar. Ik hoor hier een spiritbox ergens. Yep. Oh ja, ik zie ze. Oh, ze vinden die. Oh, goed, een boek, handig. Ik heb een infrarood. Tof. Ik ga nog even naar de. Ik ga nog even in de bus kijken waar de breker zit, want die is wel handig om te hebben met het lange stuk. Handig om zout neer te gooien voor de deur? Ja, zeker. Dus het is deze kamer waar ook de breker is. Ja, de breker. Ja, hij staat eraan. Stroom zit erop. Die heb ik nog even een lichtje aan in de gang bij jullie. Geplaatst. Ik geef een speaker voor vinger afdrukken. EMF kon ik trouwens niet. Ik ben de hele kamer doorgelopen, maar ik heb niks kunnen meten. Nee, geen vinger afdrukken. Mocht je nog even net kwam die ook pas. Die kan ik dus meenemen. Bij de vorige was ik ook al 6 keer de kamer mee geweest. Bij de 7 keer ging ik wat meten. Die weet zo meteen. Ja, Klaas heeft er eens eentje ingestaan met de soundbox en we hebben geen respons gehad, maar dit is wel dus, deze deur was de enige die open stond. Ik probeer even de EMF-meter. Ja. Hallo? Jullie hebben allemaal camera's op jullie kop. Ja, we hebben camera's op onze kop, ja. Ja, ik heb camera op hoofd. Ik ga even naar de camera kijken, als jij in die ruimte rond wil lopen. Door de lamp. Ik heb de zaklamp uit en ik kijk nu in de kamer. Oké, ja. Oh, ik denk dat ik een ghost opzocht. Kun je een stapje naar links doen? Zaklamp weg, alsjeblieft, van die persoon. Zaklamp uit. Ja, we hebben ghost orbs, 100% ghost orbs. Laten jullie altijd het geluid van die spirit box aan? Ja, voor het geval dat ik je wat opvang, maar het is niet per se nodig, joh. Ik heb de derde gedaan. Ik hoop dat het gaat. Ik heb daar een EMF reader voor de objective. Ik heb een EMF, maar ik meet niks. Oh, gewoon even wachten tot hij wat doet, of even alle vakjes er langs gaan, dan komt er zelf een biepje. Hadden we een freezing? Gezien wij buiten onze 5 minuten zitten, kom ik even crucifixes brengen. Wat een freezing, hè? Ja. En lichtbol. Oh, ja, ik heb een klein beetje. Ik heb EMF 3. Oh, oh, ik ook. Geen 5. Wel 3. Het nadeel is, deze spoker ook zelf de breker uit doen, want hij zit in dezelfde kant. Hallo. Ik ga even meer spulletjes halen. Laat jullie mij helemaal alleen? Gaan we achter Jan. Ja, piep niet zo, joh. Nou, je hebt vuile vlekken. Nee, dat is een spook. Oké, het is dus bij de linker trap omhoog. En dan gelijk aan het einde van de hal. We laten de twee dames even alleen. Geen fingerprints. Geen fingerprints, copy. Het waalt hier snel, hè? Ja, het is een groot gebouw, hè? Jeffrey, we gaan even wat interessante dingen meenemen. Ja, lijkt me leuk. De EMF reader die laat ik hier. Wegstap. Temperatuur kan ook weg, hè? Ja, ja, weten we genoeg. Ik neem sowieso een fotocamera mee.
Misschien neem ik die. Wat is handig voor mij om mee te nemen? Smudge sticks en een aansteker. Misschien. Sticks. Oh, dat zijn die jointjes. Ja, die joints en een aansteker. Ik kan ook wel een kaars aansteken meenemen, dan kun je die ook aansteken straks. Dan pak ik aansteken, die joint en de kaars. Ja, je moet er dan wel een zaklamp hebben, niet. Hè, grapjas. Ja, dat gaat niet. Ik heb de kaars mee, kom, we gaan. Alright. Als jij aansteker hebt en smudge sticks, dan geef ik jou straks van die kaars. Dan kun je die aansteken. Hallo? Klaas! Ik wil niet meer met Klaas. Ik wil niet meer met Klaas, What's happened? What's happened? Oh, ik ben enger dan een spook. Al ging je jumpscaren. Oké. Wij hebben een aansteker, we hebben smudge sticks en we hebben een kaars. Dus die gaan we in de camera aanzetten. Danielle, als je bang bent, dan ga je met ons mee. Klaas is gewoon. Ja, wij zijn gewoon pikkels, ja. Jongens, ik neem de bus op ons mee. We missen nog één stuk bewijs. Ik ben benieuwd over wat het is. Wat een kutgebouw, zeg. Met 5 hadden we ook niet, toch? Nee, 3 max. Volgens mij niet. En we stonden midden in de kamer met de haunting. Dus, hey, anders neem je ook een fotostel mee. Ga een foto nemen van het spook. Moet ik zo meteen gaan roken bij dat ding? Bij die kamer? In die kamer. Ja, dat bedoel ik. Ja, dus je moet hem... Ga zo aansteken. Ja, en dan moet je hem inderdaad erbij pakken. Ik heb het al aardig door. En dan moet je op F drukken om hem aan te zetten. Ga je gang. Gaan we. Oké, dan leg ik hier een kaars neer. En misschien kan ik hem neerzetten met F. Nee, ik leg hem hier op de grond. Zodra die smudge stick op is, kun je die kaars hier oppakken. Kun je die aansteken in de kamer zetten. Het is op. Oké, dan gooi je die weg. Pak je die kaars. Zet je die ergens midden in de kamer, zet je hem gewoon aan. Ja, alright. Dan kun je als goed met F kun je hem aanzetten. Ja, precies. Zet hem neer. Zet ik hem neer? Waarschijnlijk gewoon met F. Zie je zo'n projectie op de grond? Nee. Nee, dan kun je hem gooien. Okay. Met G. Ja, top. Geweldig. Oké. Okay. Oh, hij probeerde de deur dicht te doen, maar dat mocht niet van mij. Geen writing, geen zout. Geen zout. Ik denk dat we even spirit-box nu gaan proberen. Mag ik vragen wat het nut van de kaas is, Jan? Dat geeft een klein beetje licht, zonder dat je hier bent. Ja. Het is romantisch. En het is romantisch. Dankjewel. Oh, nee, voor de rest geen specifieke... Hallo! Ja. Are you here? EMF gemeten? Are you here? Geen EMF. Ja, level. Where are you? Geen EMF meer. Where are you? Ja. Can you give us a sign? Loop eens in de kamer, Klaas. Can you give us a sign? Can you give us a sign? Oh, EMF 1, EMF 2. Ja, kan iemand even met de UV-lamp? Oh, ik pak het al. Daklamp even uit. Nee, geen fingerprints. Had ik gecheckt. Ja, hij zat net aan de schakelaar. Min, was een leasing. Oh, oké. Okay. Waar ben je? Hier. Fout. Het boek. Ja. Het boek? Echt? Er staat iets in het boek. Ik ga een foto maken. Ja. Wacht. Ja, maak foto. Got him. We hebben een jury. Een jury. Ik weet niet wat een jury doet. Ik hou niet zoveel Russen. Gaan we naar huis of gaan we een foto maken? Show yourself. Dat is het laatste objective. Ik wil een foto, show yourself. Ja. We gaan helemaal los nu. Hey, ik ga jullie een beetje fucken, oké? Yeah. Wauw, dat lachje is nog erger dan dat de breaker uitzetten. Ik ga even binnen kijken, oké? Oh, ja. Ik zie hem. Succes. Ik heb een foto van het spook. Echt waar? Dat was lullig. Ik heb een foto van het spook. Ja. Je hoort hem nu ook, toch? Hier om de hoek. Ja. Doei. Wat een cutie.
Oh, die wil ik zien. Hoe zie ik die foto? Wat zei je? Oh ja, ik zie een foto van de ghost, maar er staat niks op de foto. Schaduw, zwarte schaduw. Het is een slank postuur. We hebben een Yuri. Oh ja, ik zie hem. Het is een soort Slenderman. We kunnen natuurlijk nog op zoek naar een botje of zo. Ja, of Dirty Water. Hele grote gebouw. Ja, die water, ja, heb je even. Dit is allemaal voor de tijd. Ik pies even mijn broek. Foei, foei, foei. Mijn lampen gaan uit. Ja. Dat was weer een leuke zoektocht. Die hebben we weer overleefd, ja. Hebben we alle objectives? Ja, we hebben alles. Ja. Goed, foto van Klaas. Foto van Danielle. En een foto van Jeffrey. Prachtig joh, met die camera op je kop. Nou, volgens mij zijn we klaar mee. Oh, tof. Ik heb interaction, heb ik een foto. En ik heb dus een ghost foto. En een foto van jullie allemaal. Nou, is niet prachtig. Het is een Yuri. Fantastisch. Het is een Yuri. Yay! Go money, 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 money. Dat is een mooie bak met geld. Hey. Here we are. Ik ben level, ik ben 10 inmiddels. Ik ben 6. Mensen. Het is 10 uur geweest. Jeff die moet straks weg. Ik vind het ook niet erg om het niet al te laten maken. Maar 10:30 is nog wel een half uurtje ver weg natuurlijk, hè? Ik wilde er nog eens eentje sowieso doen. Ridgeview Roadhouse hebben we nog niet gedaan. Doen we die? Die hebben we nog niet dan gedaan. Ik speel nog eentje dan, jongens. Nog eentje. Ja, kom op, nog eentje. Nee. Dit is een hele snelle, dit is een kleine map. Ja, ik heb de tijd aan mezelf. Als je niet kan, Daniel, dan kun je niet, hè? Laat je niet imponeren. Atoe. Oh. Laat ons maar in de steek. Okay. Nog eentje, vooruit eentje. Goed zo. Hey. De beste manier om iemand te imponeren is zeggen, laat je niet imponeren. Precies. Oh ja, dat werkt wel. Dat deed het hem. Kijk, naar Klaas luister ik niet. Mijn man niet, naar onze vorige... Kan iemand alsjeblieft Klaas kick uit deze lobby? Ja, dat kan Jan Frans voor je doen. Dat kan ik. Er staat een kruisje bij mijn naam. Ja. Nou, zijn we er klaar voor? Ja. Ready. Roadhouse. 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 Oh. Nou, we gaan ghost voor mensen die te lang in het licht staan. Oké, de laatste. De laatste ronde. We zijn veel te efficiënt, heb ik het idee. We gaan er zo doorheen. Jee, ze zijn er! Is het idee om volgens weer twee tempertjes te doen? Ja. Oh, dat is deze te klein voor jou. Dit is gewoon op sprint. Ik heb tempertje. Ik ook. Ik neem EMF mee. Ik neem nog een infraroodcamera mee. Iemand de sleutel? Ik hoop het wel, anders is het de Walk of Shame. Moet ik sleutel pakken? Ja, sleutel op het bureau, ja. Anders komen we er niet in. Geen sleutel. Oh, dit is het huis waar ik voor het eerst ben dood gegaan. Gezellig. Are you here? Are you a man or a woman? Are you a man or a woman? Where are you? Niet in de kelder. Ik ben in de kelder, hier is niks behalve de breaker. Mario!
EMF al gecheckt hier. Kelder is niks. Ik heb geen EMF gecheckt. Wel temperatuur. Oh, ik heb een bandje gevonden voor zo meteen als we een fotocamera hebben. Graag ja. Oppakken. Waar ligt het bandje? Helemaal in de achterste kamer. Ik ga naar boven. Ja. Geen temperatuur hier. Wat zijn ook de... Oh, ik zie je licht aan te gaan, denk ik. Oh. Kasten open om in te schuilen. Als je bang bent. Oh ja, het vriest hier bijna. Maar niet helemaal. Oh, dan heb je hem gevonden. Ik heb hem. Het vriest hier bijna, maar niet helemaal. Are you here? Where are you? Oh, ja, yeah, ik heb freezing. Ik heb freezing. Are you here? Ik heb EMF. Are you here? Where are you? How old are you? What are you wearing? Hello? Hello? Freezing temperatures. Oké. Ga even naar de wagen. Ik ga sowieso eventjes inderdaad een camera halen. Oh, ik ga even rondkijken met de infrarood nog. Ja, doet helemaal niks. Niks op de infrarood. Ja. Ja. Dan ik zou meenemen of een joint en een aansteker. Joint en aansteker. Ik ga eventjes EMF halen en iets om mee te nemen. Neem jij een crucifix? Hallo, freezing. Freezing kan ik bevestigen. Crucifix neem ik mee. Oké, okay, Jan, ik ga terug met de aansteek en het ding. Ja, helemaal goed. Hallo, ik heb camera's neergezet voor jullie. Maar ook er. Are you there? Give us a sign. Hello? Hey, ik ben uitgerookt. Hello? Can you give us a sign? Ik heb nog niks gemeten met de EMF reader. Oh, jij hebt het boek klaar, stop. Yes, sir. Ik neem de fotocamera mee. Dit kan alleen maar goed gaan. Hebben we zout? Nee, handig om even mee te nemen. Kom maar aan. Ik hoor geen telefoon.
Ja, het mobiele telefoon ging af. Hierin door op het nachtkastje. EMF 2. Blijf bij 2. Waar zou ik het neerleggen? Bij een Frans? Al voor de deur. Hier heb je een mooi stukje open plek hier zo voor het bed. Voor het bed? Wil je hem daar hebben? En je hebt ergens een camera staan? Hier. Ik ga even een foto maken van het bordje. Ja, oké, wacht even. Ja. Oh ja, slim. En daarna pak ik hem op. Ik heb motion sensors voor jullie. Wat je ziet is een achterste kamer. Ja, hier. Ik hoor de motion sensor afgaan de hele tijd. Geschreven. Ik maak foto. Ready. Uri, weer. Can't run, can't run. Wat hebben we nog meer dan? Danielle. Ja? We hebben vriestemperatuur gegeven. Writing, sowieso. Ja, we hebben ook Ghost Orbs. Writing en... En nu? Foto maken hebben, nog? We hebben de motion sensor nog niet, maar die hebben net op foto? De cel gedaan. Kijk. Als ik één foto maak van drie verschillende dingen, zoals bijvoorbeeld voetstappen en writing, pakt die ze dan alle drie? Kun je in de journal, dat kun je in de journal zien. Elke unieke interactie staat daarin vermeld. Alle objectives Hij pakt beide gewoon onder interaction, dus dat maakt verder niet uit. Zie ik. Oh. En daar is de motion sensor, die is gelukt. Mooi. Ik zie de ghost orbs inderdaad. Nou, dan zijn we klaar, hè? Ik heb het dagboek ingevuld. Same. Ik ook. Nou, dan is toch wel 5 minuten tijd. Ik vind het best... Oh. Dat kan nog gestopt worden, hè? Het is goed zo. Oké. Oh. Hij is weer geopend. Ja, het spookt hier. Het spookt hier, inderdaad, ja. Oh. Zo, en dat was hem weer. Hier. Ghost was a Uri. Lekker hoor. Lekker. Zo. Bijna level 12. Jeffrey, is ook al level 7, dat schiet mooi op. Oh. Welcome back. There's some jobs ready for you. Oh, hallo, ik dreef per ongeluk de game uit voordat ik jullie gedag had gezegd. Ik ben nog in Discord. Oh, Jeffrey is er al uit. Oké. Okay. Oh, voeg hem even opnieuw toe. Zo, ik had per ongeluk de game al afgesloten, dus ik kon je niet meer horen. Dus ja, ik zit in Discord. Nog ook uit. Hey, Frans, bedankt voor de uitnodiging. Was leuk. Nee, jullie bedankt voor het meespelen. Ja, zeker. Binnenkort nog een keer, maar misschien heel niet graag. Morgen. Misschien even iets anders morgen. Nee joh, anders dan ben ik helemaal gesloopt aan het einde van de week. Mensen, bedankt voor het spelen. Ik ga zo nog even chillen en dan ga ik lekker naar bed. Helemaal goed. Fijne avond. Ik zie jullie binnenkort weer. Joejoe. Was gezellig. Bye. Doei. Zo, mensen. Wij sluiten hem ook af. Voor nu bedankt voor het kijken. En ik zou zeggen, tot de volgende keer bij Krimi TV.